Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Tracking, but not sufficiently, and Bashir scores. Here's Hedji. Gets a shot in. Oh, they scored. Assalamu alaikum, goedenavond. Mijn naam is Nordin Goedani. Mijn naam is Intisa Goedani. En welkom bij een nieuwe aflevering van Mokro Inside. Mokro Inside. Voordat we daar verder mee gaan, eerst natuurlijk duimpjes omhoog! Niet vergeten. En natuurlijk abo. Kanaal. Luister naar deze meiden, ze hebben er verstand van. Laat een reactie achter wat je van de uitzending vond. Het was weer een fantastische uitzending. We gaan terugblikken op het jaar 2020. Dat doe ik niet alleen. Dat doe ik ook niet met deze twee toppers, maar dat doe ik met drie andere kanjes. Dat zijn namelijk Hamza, Nordin en Dries. Voordat we daar naartoe gaan, eerst een gesprek dat ik heb gehad eerder op de dag met een speler van ADO Den Haag. Hij komt uit België en zijn naam, Sami Borat. Welkom Sami, goedenavond. Waalaikum salam, alles goed? Alhamdulillah, hoe is het met jou? Goed, alhamdulillah. Sami, je bent geboren en getogen in België. Voetbalt nu voor het derde seizoen in Nederland. Eerst twee jaar bij FC Eindhoven, nu voor het eerst sinds de zomer eigenlijk bij ADO Den Haag in Den Haag. Hoe gaat het met je? Goed, alhamdulillah. Goed, nu getekend bij ADO, ik voel me goed in ADO, dus alhamdulillah, alles goed. Ja, dit is eigenlijk de stap voor het eerst op het hoogste niveau in Nederland. Hoe is die stap voor jou bevallen, vanuit de keukenkampioendivisie naar de eredivisie? Toch een verschil met de keukenkampioen. Alles is een beetje meer professioneel. Dus ja, het is leuk. Het is leuk om te meedoen. Ja, want je was natuurlijk bij Eindhoven was je de man. Draaide om jou, je scoorde veel. Rendement heel hoog. En dan kom je bij een eredivisieclub die het afgelopen seizoen heel moeilijk heeft gehad. Eigenlijk bijna gedegradeerd. Dankzij corona mochten ze erin blijven. Ook dit seizoen moeizaam begonnen. Hoe is het om bij een club eigenlijk binnen te komen waar het niet zo lekker draait, vooral sportief gezien dan? Ik had gesprekken met die directie. Die had me gezegd dat alles ging een beetje veranderen, dat ze iets nieuws wilden maken, een nieuw project. En tot nu toe is alles nieuw. Nieuwe spelers, alles is nieuw, nieuwe trainer. Maar dat pakt nog niet. Dan moet je een beetje meer tijd nemen. Maar ja. Ik denk dat het gaat wel nemen. Nou, de laatste weken gaat het wel stukken beter. Drie keer gelijk gespeeld. Nou, tussendoor Ajax. Eerste helft slecht. Maar tweede helft, toen jij erin kwam, stukken beter. Nog een pan aan de linkerkant bij onze grote vriend Schuurs. Waar een doelpunt uitvalt. En zelf scoorde hij ook nog. Tot nu toe twee doelpunten en assist. Als je kijkt naar het aantal minuten. Gemiddeld speel je ongeveer 50 minuten per wedstrijd. Ben je tevreden? Tevreden? Ik denk dat ik toch nog dat ik alles wil spelen, dat zeker. Maar als je kijkt een beetje de resultaten en allemaal van de ploeg, mijn rendement was niet altijd de beste. Dus ja, het is normaal dat je een beetje minder speelt. Maar de bedoeling is dat ik alles speel. Daar zal ik tevreden zijn. Ja, want ik zie je vaak, soms aan de zijkant spelen. Linksbuiten of rechtsbuiten of op 10. Wat is nou eigenlijk jouw positie? Mijn lievelingspositie is nummer 10. Ja. Echt achter de spits. Ja. Wat voor type speler ben jij? Voor de kijker die jou nog niet zo goed kent. Ik ben een technische speler. Een intelligente speler. Ik weet... Waar ik moet diep, ik weet wanneer ik moet diep gaan of in de bal dragen, in de voeten. Ik kan scoren, ik kan assist geven. Dus ja, daar is het een beetje allemaal. Ja, ik had een paar weken geleden een gesprek met Enes Tahiri. Ook een Belgische jongen van jouw leeftijd. En ik vroeg aan hem eigenlijk van, hoe komt het dat spelers zoals jij niet in België doorbreken? Jij bent eigenlijk een soort type speler, zelfde, mooi technisch, mooie voetballer. Je hebt bij Anderlecht in de jeugd gespeeld, net niet de stap kunnen maken. Bij Sint-Truiden niet echt je kansen gehad. Hoe komt dat toch? Want je ziet in Nederland, we zijn dol op spelers zoals jij.
Ja, hoe komt het dat het in België dan zo moeizaam verloopt? Ja, het is gewoon een andere voetbal. Het is gewoon een andere voetbal. Ik heb toch geprobeerd, want ik was tot Anderlecht, tot de eerste ploeg. Daarna had ik gekozen om toch te blijven in België. Ik kon al in Nederland, maar ik dacht, ik ga toch nog proberen in België. Ik heb daar 2 jaar geprobeerd, maar dat is niet mijn stijl van voetbal. En de trainers willen ook zo geen soort van deze spelers hebben. Dus ja, daar kan ik niks aan doen. Misschien later, met meer ervaring, zal ik terugkomen in België. Maar tot nu toe is het niet voor mij. Nee. Je hebt, ik zag je voor België Jong Oranje, of voor Jong België gespeeld, onder 18. Heb je ooit contact gehad met Marokkaans elftal? Met de jong Marokko, noem maar op. Met in jeugd, dat was nog. Wanneer ik 17, 18 jaar was. Ze waren thuis gekomen, een beetje gepraat allemaal. Maar gewoon om te zeggen dat Marokko is open voor mij. Ja. Dus voilà. Want je bent nu 24 en nog jong. Maar hoe sta je, hoe denk jij daarover na? Ik bedoel, is dat een ambitie? Maak aan zelf dan? Ja, zeker. Het is zeker een ambitie. Ja. Want je ziet nu ook jongens, andere Belgische jongens. Ahmed Mesoudi heeft erbij gezeten een tijdje terug. Je ziet Dries Sadiki van Willem II. Dus als je je in de Eredivisie laat zien, is die stap naar Marokko is niet zo groot tegenwoordig. Ja, juist. Als je laat zien in de Eredivisie, ik denk dat... De mogelijkheden zijn groot, ja. Het doel voor ADO Den Haag is handhaven. Hoe moeilijk is het voor zo'n sierlijke voetballer zoals jij? Want je zegt zelf ook trainers, op een gegeven moment als ze zenuwachtig worden, kiezen ze vaak en niet voor de mooie voetballers, maar meer voor de harde werkers. Hoe zorg jij ervoor dat je toch... Maar ik denk dat hier in ADO, de club wil toch dat we... offensieve voetbal spelen, mooie voetbal spelen. Dus ja, dat proberen we zelf als we moeilijk hebben, proberen we toch altijd uit te voetballen. Dus voor mij is er daar geen echt probleem. Nee. Zeg, hoe voel je je lekker in Nederland? Ja. Ja? Echt prima. Ja, het is prima hier. Maar wat zijn de grootste verschillen met Nederland en België? Qua leven? Ja. Er is echt niet zoveel verschil, hè, als ik moet kijken. Nee, niet echt. Het is een beetje hetzelfde. Dus je hebt op zich je hebt je makkelijk kunnen aanpassen in Nederland? Ja. Het is gewoon normaal, vind ik. Ja. En heb je nu vrij? Ja, 4 dagen vrij. We pakken terug maandag. En ben je nu gewoon lekker in België? Nee, ik ben hier gebleven. Ik ben hier gebleven. Ja? Met corona en allemaal, dus het is moeilijk. Ja. Beter te blijven. Dus ja, dat klopt. Want je komt ook niet zo makkelijk in België binnen, zeker, of wel? Nee. Ik wil die risico niet nemen. Ik blijf gewoon thuis 4 dagen een beetje Den Haag kijken of Amsterdam of Rotterdam. Dus dan. En die 4 dagen, is het dan puur lekker luieren en genieten? Of sport je ook nog een beetje? Nee, ik probeer echt 4 dagen niks te doen. Echt rusten. Daarna pakken we terug voetbal. Ja. En het is een korte windstop. Hè? Hoe heb je die stap kunnen maken? Want je hebt op zich in maart gestopt met voetballen. Heel lang niks kunnen doen. Je ziet heel veel spelers ook geblesseerd raken. Hoe is het met jouw fysieke gesteldheid? Voor mij is goed. De voorbereiding was een beetje moeilijk. Want je moet daar terug aanpassen. Die 2-3 eerste oefenwedstrijden was echt moeilijk voor mij. En het was ook warm, zon. Dus ja, het was niet makkelijk. Maar daarna, als je gewoon traint elke dag, als je een keer wedstrijden speelt, dan komt het van... Je staat nu op 2 doelpunten, 1 assist. Heb jij een doelstelling qua aantal doelpunten dit seizoen? Nee, ik ben niet iemand die doelstelling zet. Ik wil gewoon altijd het maximum eruit halen. Als ik zeg, een speler zoals jij, minimaal 8 doelpunten, moet lukken toch? Maar dan moet je wel elke week spelen. Dus dan moeten we even Ruud Brood wel even elke week spelen. En dan kun je minimaal 8 doelpunten garanderen. Ja, er zijn zoveel dingen. Als jouw ploeg ook beter speelt. Als je alles speelt. Er zijn zoveel dingen. Dus daarom nooit doelstellingen zetten. Gewoon maximaal. Heel goed. We blijven jou in de gaten houden. Ik hoop dat je met ADO Den Haag erin blijft. En ja, inshallah, die stap naar Marokko. Ik bedoel... Als je presteert, dan komt je ambitie en je droom vanzelf. Inshallah.
Chocolade en veel succes. Alsjeblieft. Fijne avond. Slaan maar. Ja, dit is een jongen met heel veel potentie. Ik heb hem vorig jaar al vaak gezien in de keukenkampioendivisie bij Eindhoven. Een jongen die makkelijk scoort, veel techniek heeft. Dus daar gaan we bij ADO Den Haag heel veel van horen. Misschien wordt het wel een tweede nostalgie-attie met heel veel doelpunten, heel veel assists. En nu is het tijd voor het terugblikken op 2020. Ja, ja. Met drie kanjers. Ja, ja. Hamza. Ja, ja. Nordin. Ja, ja. En Dries. Ja, ja. Assalamu alaikum, heren. Goedenavond. Ja, salam. Laten we beginnen met Marokko 120. Dries, groot nieuws? Zeker groot nieuws. Marokko is door naar de Afrika Cup. Die wordt in Mauritanië gehouden in 2021, in februari. Dus 16 jaar is het geen bondscoach gelukt om Marokko te kwalificeren naar de Afrika Cup. Dus het is Zakaria Hebouba gelukt. En ik heb daar echt respect voor. Met de Grinta. Vechtlust. Hij heeft er echt een team van gemaakt. Die jongens hebben het goed gedaan. Met een hele goede keeper. Met hele jonge talenten. Veel van de Mohamed Seris Academia. Nu zie ik ook het werk van Mohamed Seris Academia. Die keeper komt van Mohamed Seris Academia. Hij heeft een wedstrijd gespeeld bij Olympique. Daar is hij gescout. En met een hele goede spits. Met heel veel spelers. Ook middenveld. Met een speler van Fatah Rebati, ook een hele groot talent. 19 jaar, speelt nu ook bij Fatah Rebati. Dus een, ja. Goeie speler. Goeie team. En die spits, waar speelt hij er is? Die spits, die eerste doelpunt had gemaakt tegen Algerije. Hij komt ook van Fatah Rebati. Is dat de goeie? Ja, het is zo'n goeie. Hij was ook onder 15 en onder 17. Dus hij zit er al. Nu is hij naar onder 20 gegaan. Oké. Spitscall. Ja, zeker. Nordin, jij hebt toch gekeken, Nordin, wat vond je ervan? Ik vond het een beetje typisch, als je begrijpt wat ik bedoel. Vertel. Het is eigenlijk wat je ervan had verwacht. Rommelige wedstrijd, weinig tactische discipline, beetje kip zonder kop voetbal, maar wel met strijd en passie. Dat ontbrak soms wel. Je zag wel dat de jongens echt wilden winnen, dus een compliment aan de coach. Maar ik moet wel zeggen, er zijn wel twee of drie spelers die me echt positief zijn opgevallen. Dus er was bijvoorbeeld nummer 6, Hedim Mubarak. Precies. Hele goede speler. Waar speelt hij? In Frankrijk. Nummer 6, die speelt, ja? Die speelt in Fatah Rebati. Ja, Fatah Rebati? Ja. Ja, maar echt hele volwassen voetballer. Hij hield de controle op het middenveld, deed heel goed. En wie is me nog meer opgevallen? Een centrale verdediger, nummer 5. Die speelt volgens mij bij Levante of Leganes. Je bedoelt centrale verdediger of die rechtsback? Ja, de aanvoerder. De aanvoerder speelt in Spanje, klopt. Die komt ook van Mohamed Seris Academia en die is ook naar Spanje gegaan. Klopt. Okay. Hele goede speler. Hamza, ik zie je bedenkelijk kijken. Heb jij een gevoel bij dit soort wedstrijden? Ja, zeker. Het is zeker wel belangrijk om te weten wat er een beetje hot loopt. Ik moet wel even toegeven dat ik net die wedstrijden dan niet heb kunnen bekijken. Ja, ze gaan nu natuurlijk. Ze hebben zich gekwalificeerd, dus dat klaar natuurlijk, ja. Wanneer is die afgekomen? Februari. Nu al, heel snel. Heel snel. Ja, het jammer is natuurlijk, bij die Afrika Cup kon zich kwalificeren voor het WK. En dat gaat dan niet door, dus ja, dat is eigenlijk meteen wel een doodzonde, zeg maar. Daar doe je het eigenlijk voor. Ja. Het is wel bijzonder dat je zelfs, ondanks dat het slechts Afrika Cup is, dat je dus gewoon 15 jaar je niet hebt weten te kwalificeren. Ja, want dan moeten we dus teruggaan naar 2005. Juist. Naar het WK in Nederland. Ja, en voor het WK was het de Afrika Cup. Daar hebben we toen de halve finale gehaald. En op basis van die halve finale plek mochten we naar het WK. WK, ja. Waar we natuurlijk ook fantastisch hebben gedaan, ook de halve finale gehaald. Ja. Dat was een fantastisch evenement. Wie is er allemaal naartoe geweest van jullie? Bijna alle wedstrijden. Het WK 2005 in Nederland. Oké, ja man. Ja, bijna alle wedstrijden ook gecheckt. Ja. En jij, Dries? Nee, ik ben niet geweest, om heel eerlijk te zijn. En zijn jullie ook langs tankstations geweest? Tankstations, veld, overal. Nee, dat was wel een dingetje toen, hè? Ja. Nee, ik kreeg gelukkig aan de hand van mijn vader. Dus ik heb me keurig gedragen. Wat zei je, Hamza? Het schijnt dat mensen nog steeds tegen op wat allemaal die tankstations is gepakt. Het schijnt dat mensen nog steeds liters gepakt, liters.
Mensen hebben nog steeds Milka-repen van toen. Volgens mij zeiden die gasten op een gegeven moment van... ik ging tanken, ik weet niet, het was een wedstrijd tegen Nigeria in Kerkrade. En dus onderweg tanken, op een gegeven moment tanken. En jongens van, hey, joh, het is gratis winkelen. Ja, ik kwam daar aan. Goh, ja, ik kwam te laat aan, want ik kwam op een gegeven moment binnen in die winkel om wat te eten te halen. De winkel was letterlijk, wallah, leeg. Alleen dingetjes waar je echt niks aan had, zeg maar, die stonden er nog. Maar alle schappen waren leeg. En die man, zeg maar, die stond achter die baan, dus achter het glas. Die stond gewoon, die had zoiets van, pak maar wat jullie willen. Het maakt mij niet meer uit. Pak maar wat jullie willen. Doe maar gewoon. Ja, dat was echt mooi. Maar dat team, ja, dat was wel goed elftal. Als we kijken, want we hebben natuurlijk vaak over jonge ploegen onder 17. Ik kan me nog herinneren een team met Ramzi Sektoui. Ja, of dus zo. Hetzelfde, ook onder 20. Onder 20 ook. Ja. Maar als we kijken naar dat 2005, welke spelers hebben het nou in het Marokkaanse elftal echt gered? Al-Ahmadi toch? Hè? Al-Ahmadi? Al-Ahmadi, ja. Al-Ahmadi is denk ik de ja. Wie nog meer? Van, die Hermes. Die heeft wel wat gespeeld, ja. De Hermes. Dan heb je Zahar. Heeft wel wat gespeeld. Youssef Rebbe, een paar interlands. Ja, te weinig denk ik om hem echt te noemen. Jazor. Wie? Jazor. Jazor was, nee. Jazor was, zeg maar, in onze ogen was dat, zeg maar, hey, dit is de man. Ja. Maar het is uiteindelijk nooit geworden wat het zou moeten worden. Nee. Maar dat geldt ook voor Rabah, hè. Rabah was ook de man, hè. Ik bedoel, Rebbe was Beckenbauer. Dat was niet normaal. Dat was echt, die heeft echt veel te weinig uit zijn carrière gehad. Hè? Het was in potentie de allerbeste, vind ik, van dat team. Hoor. Dat vond ik een Neba-type. Ja. Echt een Neba-type was dat. Echt een hele goede speler. Ja, de keeper had er veel van verwacht. De keeper zit nog bij eerst van de Mas. Nog steeds bij Mas. Ja, klopt. Ja. Het was geen slechte keeper. Ja, ik heb hem te weinig gezien. Kijk, van Marokko. Hij heeft Marokkaan zelf nog nooit gehaald, hè? Het hoogste, hè? Nee. Ja, misschien een keer een oefening te lang. Ja, bij de selectie, maar niet... Weet je wie? Die had die Duitser Adil Shihi. Adil Shihi, die was een goede voetballer. Hij was 17, hè? Toen ja. Ook maar dat is typisch. Die is gewoon toen op een voetstuk geplaatst door zijn eigen omgeving. Ja. En die ging erin geloven. Ja. Raar verhaal. Adil Shihi die speelde dat WK in 2005. En ik ging daarna naar Marokko in juli. Dat WK was in juni volgens mij, of in mei. Ik ging in juli naar WK, naar Marokko, sorry, in juli, na dat WK. Ik ging naar zo'n hele, hele slechte Marokkaanse kermis. Echt dat ik zeg van... Op eigen risico. Ja, welke neef heeft hier... dat zijn allemaal van die afgekeurde attracties van Nederland. Van Nederland. Naar Roemenië zijn gegaan en daarna in Marokko zijn geplaatst. Van 1970, zo. Alleen in Marokko is zeg maar de kermis bedekt met tapijten. Dus echt, hè? Pijten dan. Maar wel gezellig. Nou, eerlijk onthoud dat beeld wat je nu hebt. Yeah. Ik zie een gozer, die gaat in zo'n draaiding. Hoe noem je die ding? Zo'n draaiattractie van kinderen. Spin. Zo'n spin-ding. Maar niet die enge, gewoon voor kids. Ja. Ik kijk naar die gozer en denk, godverdomme, die lijkt wel op Shihi. Weet je wel? Ik denk, het zal toch niet? Maar ik had die Shihi dus in Utrecht al gezien bij die wedstrijden. En die had een litteken. Dus ik dacht, ik ga even wachten. Hij komt, ik zie gewoon, het is gewoon hij en Shihi op de kermis in juli in Marokko met zijn litteken in de spin. Maar wacht even, zat hij dan nog zeg maar met een klein kind naast hem of was hij gewoon... Gewoon met, ja, niet bijzonder klein. Het was niet van, ik ga jou begeleiden. Het was gewoon leuk. Ja. Het was gewoon aan het chillen. Hij en zijn niffel of zo, of zijn buurjongen of in Temara, ja. Ik zal nooit vergeten. Ik heb nog een foto gemaakt met hem. Dat was een goed ploegje. Als je kijkt naar dit onder 20, hè. Als jullie de Noordin en Dries, jullie hebben echt veel gezien. Hoeveel spelers van dat team, denken jullie, die gaan een serieuze rol in het Marokkaanse elftal spelen? Ik denk die nummer 6 van Fethi Rabati, wat Noordin net zei, die Mubarak. Dat is echt een goede speler. Dat is beetje echt... controleur, wat voor type is het? Ja, het is echt een super Amrabat. Oké. Okay. Ja. Ja, maar anders. Anders, ik vind hem meer... meer misschien Al-Ahmadi vroeger. Technisch wel. Ja, toch? Ja. Je hebt gelijk. Hoe oud is hij? 19 jaar.
Maar speelt hij in het eerste van Fethi Rabat? Ja, vorig jaar heeft hij 2 wedstrijden gespeeld. De laatste wedstrijd na die corona. Toen die corona kwam, toen begon de wedstrijd van de Botola. Iedereen was bijna gestopt, maar de Botola was nog bezig. Dus toen had hij de laatste 2 wedstrijden gespeeld. Nu speelt hij gewoon basis. Okay, dat is knap als 19-jarige in Marokko, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, maar het is tot die 40ste. Het is echt een voetballer. Hij heeft dit jaar, lees ik, net 1 wedstrijd gespeeld. Dus hij zit er nog wel bij. Ja. En die centrale verdediger. Ja, hij speelt bij onder 20. Maar als je hem ziet, denk ik, hij is vader van 3 kinderen. Weet je wel? Beer van een vent, snor, sterk breed, aanvoetersband. Hmm. Dat zie ik ook nog wel. Want hij speelt nu al bij Levant of Leganes, volgens mij een van die twee. Okay. En ja, dat kan wel wat worden. Als je kijkt, de naam die ik wel ken, want die heb ik 2 jaar geleden in de zomer gezien bij Manchester City in Amerika, bij een toernooi samen met Brian Diaz, Nabil Touzi? Touzi. Ja, dus die zit bij Marokko. Ik weet nog 2 jaar geleden, hadden we echt zoiets, ik hoop dat hij voor Marokko kiest. Nou, nu zit hij bij Marokko. Hij speelt helaas bij het B-team van Espanyol, dus dat gaat niet echt goed met zijn carrière. Terwijl hij die tijd onder Guardiola nog af en toe mocht invallen bij toernooien en zo. Leuk talentje. Maar ook hier is hij geen basisspeler, hè? Ja. 2 keer ingevallen. 2 keer ingevallen. Laat hij wat zien? Ja, ik heb met iemand anders naar die wedstrijd gekeken. En tenminste, hij keek bij hem, ik keek bij mij, maar we waren aan het appen. Hij had zoiets van, ja, hij moet spelen, waarom laat hij me niet spelen? Ik zeg, ja jongen, misschien is hij gewoon niet goed genoeg. Ja, precies dat. Ik weet, ja toch? Ja, precies dat, broer. Want hij speelt bij, sorry dat ik ontbreek, maar bij Espanyol, bij de tweede, speelt hij ook niet. Heeft hij maar 4 wedstrijden gespeeld. En weet je wat het is? Moet je 1 ding zeggen. Vroeger had je bij Marokko een speler die naam hebt. Oh, Leif City. Oh, Leif Real Madrid. Hij moet basis zijn. Zekeriah Boep is niet zo. Speel je goed, train je hard, dan speel je in de basis. Train je niet hard, speel je niet goed, zit je op de bank. En dat zijn de regels. Zo moet je spelen. Zo doet iedereen. Ja, maar vroeger, met name die bij Real Madrid, City, nee, die moet in de basis. Ik vind dat niet zo, man. Ik vind Dekker heeft groot gelijk. Ja, hij moet laten zien. Ik doe nogmaals, als jij in het... Ja, weet je, kijk, ik kan nu ook niet zeggen dat hij slecht was of zo. Maar hij is mij niet opgevallen. Nee, mij ook niet. Dus... Nee, maar het zegt toch genoeg dat hij niet eens basis speelt, of dat hij niet eens in het eerste speelt van Espanyol. Ja. Wow, hij is al, wat is hij, 19, 20? Ja. 19, volgens mij. Ja, weet je, ik bedoel dan... Bijna op de bank bij het eerste, snap je? Maar als hij niet eens basisspeler is bij het tweede, ja. Dus ja, je kan niet teren op oud succes. Ik bedoel, City was een goede jeugdopleiding. Maar op een gegeven moment moet je wel een stap maken naar de grote jongens. Jongens, we zijn aangekomen eigenlijk. Het is vandaag we zijn bijna toe aan 2021. Dus wat doen we dan? Dan willen we graag terugblikken op 2020. Dus ik heb jullie een aantal vragen gesteld. De eerste vraag is, de beste speler... uit 2020. Hamza, ik begin bij jou. Ja, het is voor mij is dat, of ik denk voor iedereen wel vrij makkelijk. De beste speler van 2020 is toch wel gewoon Hakim Ziyech. Die heeft het meeste, ook als je kijkt naar het Marokkaanse elftal, hè, dus naar de internationale wedstrijden en ook gewoon bij zijn club. Even los van na de corona hebben we veel moeten missen. Maar ook gewoon de tijd na de corona heeft hij toch gewoon weer bewezen dat hij er ver bovenuit steekt. Dries, je had ook Hakim Ziyech? Ik had hetzelfde idee als Hamza. Hij heeft alles gezegd wat ik wou zeggen. Dus de beste speler in 2020. Ook de belangrijkste speler van Marokko. Met assists, met doelpunten. Dus, en sinds Hakim Ziyech is... Heel veel mensen vergeten dat sinds Hakim Ziyech is zijn we ook naar de WK gegaan. We hebben heel veel wedstrijden met Renaal gewonnen. Het is een hele belangrijke speler. Zeker. Ik denk de Messi of de Cristiano Ronaldo van Marokko. Nou, dat is een mooie naam. Noorden, je had iemand anders. Ja, ik had al verwacht dat alle andere mensen Hakim Ziyech zouden zeggen. Mede daardoor koos ik voor Ashraf Hakimi. En daar heb ik ook wel wat argumenten voor. 1, hij is 5 jaar jonger dan Hakim Ziyech. En hij is ook verder dan waar Hakim Ziyech 5 jaar geleden was. Daarbij heeft hij gewoon een geweldig jaar gehad. En zowel bij Dortmund als bij het Marokkaanse elftal... als bij Inter nu. Dus, en hij is ook het stempel talent ontgroeid. Het is nu gewoon een volwassen voetbalprof die serieus wordt genomen. En ik ben hartstikke blij dat we nu 1 iemand hebben van zijn leeftijd die nu al staat waar hij staat. En als ik goed naar hem kijk, ja, the only way is up. Dus ik denk dat we nog heel veel van die jongen kunnen gaan genieten straks. Ja. Hakimi kan ik me ook zeker in vinden. Dat is gewoon zeker Ja, man. Dus ik had hem ook... En Hakimi die staken er gewoon ver bovenuit.
Klopt. Ja. Hij wordt vandaag afgemaakt online, hè? Hakimi? Ja, met die foto met Kerstboom op zijn. Ja. Ook Mohamed Salah, zo. Ja, nou ja. Hij heeft toch vrij om dat te doen als hij dat wil. Ja, weet je wat het is? Maar ja. Kijk, als hij dat wil doen, ja, moet het is natuurlijk niet goed. Maar ja, om dan zeg maar iemand helemaal... Ik ben een beetje van dat online afmaken en oordelen op elkaar. Dan ben je net zo laag, dus. Ik heb geen kerstboom thuis. Ik heb wel wat anders. Kijk, jongens. Doe nou niet, hou die flesjes nou buiten beeld. Nee. Kijk, ik heb wel deze. Kijk, ik heb wel mijn muur beschadigd. Maar mooi, hè? Wil ik wel even delen met iedereen. Ik moet het wel goed houden. Erik, ik moet altijd aardig zijn dat het verkeerd doet. Kijk, deze heb ik wel, jongens. Ah, dat mag wezen, mag wezen. We kunnen ook het gesprek zo gewoon doorgaan als jullie willen. De pratende vlag. Het gaat in de vlag. Ja, ik vraag me af dan zo Hakimi. Dat er niemand in zijn buurt is die zegt van oké, je weet toch van. Is het wel verstandig om dat te doen? Dat is niet zo handig, maar ja, vooral Salah. Ja, kijk, daar is ook heel veel over gezegd. En kijk, ik ben net zoals Joachim zei, ik ga niet oordelen. Iedereen moet zelf weten. Iedereen weet ook zijn intentie en hoe wat ook. Mm. Kijk, vanuit Salah kan ik me voorstellen. Kijk, je hebt in Egypte heb je. Ruim 10% is christen. Dus het kan een soort van gebaar zijn naar zijn landgenoten die ook christen zijn. Ja, is het goed, is het slecht? Weet je, ik bedoel... Ja, weet je, de vraag bij mij is altijd van... ik zie ook geen... ik noem maar iemand, Marcus Rashford of Robinson of Chilwell, Eid Mubarak... dingetjes doen. Begrijp je? Ja, weet je wat is? We weten allemaal heel goed gewoon van wat de regels een beetje zijn en hoe je daarmee moet omgaan. En, precies. Ja, kijk, natuurlijk is het niet goed. Maar ja, het zijn allemaal van die dingen van, de brass, begrijp je? Ja. Als hij over 5 jaar de winnende scoort in de halve finale op het WK, dan is iedereen dat we vergeten. Ja. Dan, ja. Ja, ik zei ook voor de grap, want in een groep waar ik zit, van als Hakimi morgen scoort van Marokko, dan juich je net zo hard. Ja, of kan je niet al minder juichen? Ik bedoel... Ja, nee, maar gewoon als hij dat lekker wil doen, weet je wel. Ja, kan jou het schelen, man. Lekker, man. Ja, ik heb er 2, alleen ze zijn een beetje verouderd. Ik zie ze dan. Ik heb het liever over zijn voetbal en de kwaliteit als dat ik het over zijn selfies of over zijn Instagram post. Ja, klopt, precies. Ja. Dus hij is weer voetbal. Dat valt er wel meer over te zeggen, maar laten we dat even... Ja, dan gaan we naar de slechtste speler uit 2020. Hamza, jij had? Oh ja, voor mij de slechtst presterende Marokkaanse speler is Bouffal. Waarvan ik heel veel verwachtingen had. Echt, toen ik hem op begin zag, dacht ik van... in ieder geval de indruk die ik van hem had was... Hey, we hebben gewoon een Marokkaanse Neymarretje hebben rondlopen. Gewoon een dribbelkoning. Maar ja, zijn seizoen was echt gewoon rampzalig. En kijk, natuurlijk, we hebben het nu gewoon over Marokkaanse elftal spelers. Natuurlijk zijn er heel veel dramatische spelers. Maar in ieder geval, het is wel een speler waarvan we hadden verwacht dat hij er meer uit zou halen. Ja, zeker. Dries, jij had? Hamza Mehdin. Oh. Hey, je doet nou iemand pijn, maar vertel waarom? Ja, ik zeg je eerlijk. Ik zie niet iemand die... Ik ga deze gewoon staken, man. Je moet andere kiezen. Dit gaat gewoon niet laten gebeuren. Dit. Laten we even uitpraten. Dries. Not on my watch. vertel. Kijk, het is Hamza Mehdi, komt van Mohamed VI Academie. Ja, een beetje hard gewerkt. Ik weet niet, is hij hier gekomen? Ik hoor van mensen die ik in Marokko ken dat hij via terecht is gekomen. Belletjes, is hij bij Lille gekomen? Dat weet ik niet. Ik ken Hamza Mehdi niet en ik ken diegene... Die zaaknemer ook niet. Dus, maar wat ik vind, het is gewoon echt een zwakke speler. En hij heeft helemaal niks gedaan bij Schalke. Hij heeft helemaal niks laten zien. En bij Marokkaanse elftal ook niet. Ik hou me hard vast als ik Hamza Mehdi zie in achterin op de papiertje dat hij linksback is. Hij stond laatst links. Links half. Hij doet zijn ogen dicht en hij blijft maar rennen. Ja. En als die lijn niet er is, dan rent hij tot Tokio. Jongens, luister. Ik ga jij niet zeggen. In his defense. Hamza en Amaka voor je. Luister. Niet jij, Hamza Mendil, hè? Jij bent ook criticaster, ik zie het al. Luister, er is nog nooit een goal bij Marokko gescoord door Hamza Mendil. Nog nooit. Hamza Mendil?
Wat zeg je? Voor of tegen? Nee, er is nog nooit, hij is nog nooit schuldig geweest aan een tegengoal. Oké. Nog nooit. Verdedigend staat Hamza Mendin altijd zijn mannetje. IJzersterk in de duels. Knalt erin, wint de duels. Maar waar wij nu naar kijken helaas, en waar we hem ook op oordelen, of beoordelen, is zijn gebrek aan rendement op het moment dat hij naar voren redt. Want hij redt naar voren, ziet er prachtig uit, en dan geef je een bal en dan denk je, oh, Dubilem Starazu. Weet je, dat is het. Ja, maar ik kan niet zeggen dat hij slecht is. Ja, nee, maar wat ik bedoel, ik ben altijd fan geweest van hem ook. En ik zie nog steeds potentie. Ik heb extra op hem gelet afgelopen weekend onder Huub Stevens bij Schalke. En dan zie ik een jongen die echt heel kwetsbaar is en heel weinig vertrouwen heeft. Echt heel weinig vertrouwen. Ja. Zijn probleem is gewoon de rust. Als linksback moet je rust hebben. Dus je ziet bij hem als hij de bal krijgt, dan gaat de brommer. Alles op brommer. Dus er zit helemaal geen rust in. Ook zijn, zeg maar, de rustige inspeelpaas gewoon 5 meter terug, doet hij met heel veel power. Het is heel druisig en maar volgens mij zit het in zijn hoofd gewoon niet goed. Je ziet gewoon. Maar hij is in 2020 is toch ook een tijdje lang geblesseerd geweest, hè? Eventjes. Maar niet super lang of zo. Ik bedoel, hij heeft bij Dijon heeft hij het afgemaakt. Ja, nu bij Schalke speelt hij bijna niet. Nou, onder Huub Stevens stond hij opeens uit het niets in de basis. Dat ik dacht, wow. Nou, de bekerwedstrijd door de week zat hij weer niet bij. Het is een jongen, ja, linkshalf, linksbuiten. Ja, daar heeft hij gewoon te weinig effectief. Maar om nou te zeggen, de slechtste? Nee, de slechtste, ja. Ik verwacht van hem ook geen wereldprestaties of zo. Nee. Maar kijk, dus ik kan wel met Dries meegaan in de zin van, hij is de schuldige dat wij op zoek moeten gaan naar linksbacks. Precies dat. En hij is sinds dat hij gekomen is, 0 assist, 0 doelpunten. Ashraf Hakimi, paar doelpunten, paar assist. Masraoui, paar doelpunten, paar assist. Ja. Dibri Mohamed, okay, assist. Dilbrekan. Maar dit is een paar wedstrijden. Geef je ook een assist en een doelpunt. Maar kijk, wacht even. Even je naam vergeten. Badris. Nu doe je precies waar ik net voor had gewaarschuwd. Je beoordeelt hem op zijn aanvallende kwaliteiten of het ontbreken van zijn aanvallende kwaliteiten. Maar het is ook wel iets. Je verwacht van een back dat hij doelpunten maakt en assist geeft. Maar een back wordt hij verdedigen. Ja, klopt. Ja. Maar ja, in deze voetbal, in deze tijd, moet je voor aan. Juist. Voetbal dat geven, assist geven. Daar liggen nu de ruimte. Tegenwoordig liggen de ruimte bij een back. Kijk naar Liverpool. De meeste assisten, meeste linksback en de rechtsback hebben de meeste assisten van de Premier League. Bij een ploeg Sparta speelt linkerrijtje. We hebben een linksback. Mika Pinto kan er helemaal niks van. Die heeft nog nooit in zijn carrière gescoord, niet eens op de training gescoord. Maar verdediging doet hij zijn werk goed. Dus zo kan het ook. Dat is net wat je verwacht. Kijk, een moderne back wordt wel van... En international van Luxemburg. Ja, dat zegt alles. Een hedendaagse back, Nordin, wordt wel verwacht van dat hij ook gewoon in aanvallende zin gewoon echt een rol speelt. Ja. Maar uiteindelijk, het is niet iets waarop je hem kan afrekenen. Dat is dat hij doelpunten maakt of het aantal assists. Ja, maar Badris doet dat wel nu, hè? Ja, dat is... Maar, wat hij zegt, een moderne back wordt wel iets meer vooruit rendement van voren. Willen jullie liever Ashraf Lazar dan? Ah, kijk, die heb je helemaal niet gezien. Maar kijk... Nee, maar die was geblesseerd. Maar kijk, Mendil, wat ik net zei, dat is gewoon een speler... Kijk, ik verwacht daar niet van dat... daar had ik niet zo hele hoge verwachtingen van. Dat is gewoon een back die keihard zijn best doet. Hè? En... Op dit moment hebben we niet zo heel veel beter. Maar voor mij, het verwachtingspatroon van mijn deel was bij mij niet zo hoog. Dat had ik dus eerder bij een Buffon. Die gewoon werelddoelpunten, dat je dacht van, hé, dit is echt potentie. Een van de mooiste goals van de afgelopen jaren die hij heeft gemaakt. Daar zou je wel meer van verwachten. Maar die heeft gewoon echt, het is gewoon een kip zonder kop is het gewoon gaan, man. Je zou denken van, hij zal ervan leren of hij zal zich wel verder gaan ontwikkelen. Maar zodra die bal gaat krijgen, dan is het gewoon blind. En alleen maar pingelen. En pingelen kan die als geen ander eigenlijk. Het beste. Ja, hij krijgt minstens altijd de hoogste. Bij Ligue, bij Spanje, bij Frankrijk. Ja, het is denk ik een van de beste pingelaars. Een ouderwetse pingelaar eigenlijk. Maar, ja. Maar rendement, wello. Terwijl ik dacht van, als je die doelpunt op een rijtje zet, dan denk ik van, dit is wel gewoon echt wereldklasse. Ja. Maar, het is ook een record aankoop geweest van Southampton, hè? Ja, klopt. Je stond er niet alleen voor dat je dacht, dit wordt wat.
Het was gewoon een flop uiteindelijk. En het ergste is, toevallig zei iemand deze week, Southampton doet het supergoed in de competitie dit seizoen. Ja, maar met die Duitse trainer. Zal hij ermee te maken hebben? Ja, en hij is nu ook nog eens geblesseerd geraakt, dus het is voor hem echt een rampjaar. Echt een rampjaar. Ja. Noordin, jij vond het dichter bij huis? Ja, goed. Ik vind Marokkaanse speler kan per definitie niet slecht zijn. Dus ik ging op zoek naar iets wat dichtbij een Marokkaanse speler komt. En dan kom je toch uit bij Iataren, dus dat is mijn keuze geweest. Waarom? Ja, omdat hij gewoon geen bal heeft geraakt het hele jaar. En het gaat alleen maar over interlandkeuzes en gedoe en interviews. En te dik, niet te dik. Gewoon lekker gaan voetballen. En dan, Naast weken gaat het beter, hè? Ja, ik kijk niet meer naar hem, want ik volg hem niet meer. Oké, hij scoort al elke week de laatste weken. Ook afgetrainder. Nee, ik volg alleen Marokkaanse spelers, dus wat dat betreft. Ja, maar dan laten we het dan ook alleen over de Marokkaanse spelers. Ja, daarom. Ja, maar jongens, dit is Mokro Insight, dat betekent Marokkaans bloed, hè? Ik bedoel, zelfs Sidney van Hooydonk mag je gewoon noemen, hè? Ja, maar Sidney van Hooydonk kan misschien nog voor Marokko uitkomen. Ja, dat klopt. Maar dan kun je niet zeggen, Noordin, dat Iataren even gewoon op voetbalaspect. Kun je toch niet zeggen dat dat slechts voetballer is? Hij heeft echt een kutjaar gehad. Een kutjaar, vond je? Natuurlijk. Hij is doorgebroken. Na de corona eigenlijk is het van... Na de winterstop. Hij is echt wel... Klopt, voor de winterstop was hij top. Na de winterstop was hij was niet goed. En het is nu, het jaar is bijna voorbij. Dus ik ga niet, omdat hij nu twee goede wedstrijden heeft gespeeld, ga ik zeggen, hij heeft echt een kutjaar gehad. Kutjaar. Je hebt me overtuigd, man, Noordin. Ja, toch? Ja, want je hebt gezegd gelijk. Het was allemaal... Zijn dingetjes waren echt voor de winterstop. Dus precies, 2019. Ja. Ook veel meer van verwacht dus. Absoluut. We gaan naar de volgende. De meest onderschatte voetballer uit 2020. Onderschatten? Ja, de meest onderschatte voetballer. Dat is voor mij Agüero, man. Ja? Ja, man, ik vind dat echt een prachtige voetballer, hoor. Ik vind het ook nog eens extra mooi dat het hij is volgens mij in de Botola is die begonnen. Ja. En de ex-Botola clown. Ja, het is gewoon een Botola-speler. En als je hem ziet, dan denk je gewoon, dit is gewoon voetbalschool, Europese voetbalschool. Ik vind het echt een jongen. Ik zie in hem echt een toekomstige leider van het Marokkaanse elftal. Ik zie hem wel gewoon het band dragen. Komt uit Marokko. Past zich perfect aan in Europa. Het draait lekker mooi mee bovenin in Frankrijk. En het is gewoon een goede kop. Tabarakallah, en een goede lengte. Verdedigend ijzersterk. Opbouwend ijzersterk. Koppend ijzersterk. Wat hij misschien is dat hij... Kijk, lengte heeft hij sowieso. Als hij nog een beetje... Hè, als hij nog body. Nog iets meer body gaat keren, dan zie ik in hem echt heel veel potentie. We mogen echt blij zijn dat er zo'n verdediger op komst is. Ja. Het is volgens mij ook een hele aardige gozer. Ja, man. Een hele goede, leuke uitstraling. Dat is ook wel belangrijk. Ja, ik denk dat we zo die Agüero moeten echt gaan koesteren. Top. Ja. Dries, wie heb jij genoteerd? Dat Eamon Brokok. Ja. Eamon Brokok. Ik vind dat echt een geweldige speler. Hij heeft heel veel problemen gehad. Eerst in het eerste jaar bij Frankfurt is hij verhuurd. Toen kwam hij weer terug. Mocht hij weer daar naartoe gaan bij die Duitse club. Raakte hij geblesseerd. De hele jaar niks gespeeld. Nu komt hij weer terug. Hij begon eerst op de bank. Maar laat zien dat hij bij Frankfurt ook een basisspeler is. Een hele belangrijke speler. Met assist, met doelpunt. Sterk. Technisch ook. Heel, heel, heel technisch. Gewoon die doelpunt dat hij tegen... wie was dat ook weer? Tegen Kort? De laatste. Die aanname. Ja, die aanname, wat die man van Fox Sports zei. Oh, hij heeft het van Hakim Ziyech geleerd. Nou, ik denk dat hij het van zichzelf heeft geleerd. En heel rustig in de korte hoek afgemaakt. Dat is echt een hele goede speler. Echt, ik ben blij dat, dat we zo'n speler op 10 hebben bij Marokko. Ja, ik moet ook zeggen, ik heb hem vorig jaar een paar keer gezien bij hoe heet die club waar hij aan verhuurd was? Hoe heet die? Even kijken. Mainz? Nee? Nee, niet Mainz. Duisburg? Nee. Heeft twee namen. Greutervuurt? Nee. Wacht. In de Duitse... Niet Arminia Bielefeld ook niet? Nee, ook niet. Ook niet. Wacht, ik zie het zo. Ik ga even naar stand kijken, dan zie ik hem. Zijn ze gedegradeerd? Ja, toch? Volgens mij wel. Wie was dat nou? Oh, zijn ze gedegradeerd? Die club ook weer.
Was ook geen Osnabrück, toch? Nee. Even kijken. Ah, ja, kenners. Ja. Riskyfest. Ja, ik weet alles, maar ik ben het even vergeten, man. Ik kom er even. Ik weet alles, zegt hij. Ja, ja. Düsseldorf. Kom er nu op. Fortuna Düsseldorf. Ja. Ik zeg dat twee namen. Ik wist dat ze twee namen hadden. Daar heb ik een paar keer gezien. Maar daar speelde hij vaak soms ook als een soort van halve centrale verdediger, maar echt een zes. Ja, 6 of 8, klopt. En toen schrok ik op een gegeven moment, morgen mocht je op 10 spelen. Ik, we moeten een houthakker op 10, want ik dacht echt dat het een houthakker was. Maar hij heeft mij wel verrast. Goeie speler. Maar ik zie hem nog steeds niet graag op 10 bij Marokko. Bij Duitsland kan dat wel op 10, omdat ze daar spelen achter twee spitsen. En hij is wel een powerspeler. Dus voor Duits voetbal vind ik het geschikt, zo'n powervoetballer. Ik vind het voor het Marokkaanse elftal denk ik niet geschikt, omdat je bij het Marokkaanse elftal maak je veel minder meters. Kijk, bij Duitsland is het echt vanuit de counter en dan is het lopen. Maar ja, wij spelen zoals als Marokko zijn er niet. Maar, dus ik weet niet of ik hem echt als de nummer 10 van Marokko zie, maar ik vind wel dat hij een hele goede voetballer is. Ja, ik ben ook heel blij dat hij voor Marokko gekozen heeft. Ja. Want dit is wel een speler die potentie had voor het Duitse elftal. Ja, op den duur zeker. Zoals hij ze nu opeens ontwikkelt. Ja. Zeker. Dus, er zijn volgens mij ook geluiden. Wat zeg je? Goeie jongen is het volgens mij ook. Heel, als je hoort praten, is het alsof je... Als je hem ziet, dan denk je... Hij is best wel is een brute gast. Maar ik vind het is alsof... Heel lief stemmetje. Je heel lief mannetje is het. Klopt. Ja. Ja, leuk man. Ja, leuk, echt leuk. Nou, ja, toch? Hij staat ook in de belangstelling van wat Europese clubs. Dat ik ook, ja. Sevilla. Sevilla ook, hè? Ja. Sevilla, inderdaad. Nou, leuk zijn. Man of vrouwenteam? FC Marokko. Sevilla was binnen 5 jaar FC Marokko. Ja, gelukkig maar. Daar ben ik blij mee. Ja, Sevilla, kleine stap naar jouw keuze dan. Ja, er kan er maar eentje zijn. Hè? De meest onderschatte Marokkaanse voetballer, niet alleen nu alle tijden, is gewoon Youssef N'Seri. Vertel. Ik ben echt een absolute geweldenaar. Ik ben zo blij dat we nu een spits hebben die zo jong is en nog zoveel jaren voor zich heeft en nu al Champions League speelt, nu al Europa League heeft gewonnen en dat ook gewoon, net als Neef Eggert, een ex-Bottola-clown is. Dus, weet je wel... Of tenminste uit Marokko, importspeler. Want daar moet je het wel van hebben straks. Want de trend in Europa is dat de jongens die hier geboren worden en hier opgroeien, steeds vaker toch voor Nederland, Frankrijk, België, Duitsland zullen gaan kiezen. Dus ik ben blij dat zulke jongens met één paspoort, dat die het laten zien op dit niveau. En ik vind het zeer geweldig. Links, rechts, koppen, loopt op alles. Typisch Afrikaanse spits. En hij wordt alleen maar beter. Het mooie is, dan gaan we naar de meest overschatte voetballer, speler uit 2020. En de stap van Noorden naar de keuze van Hamza is opmerkelijk klein. Laten we het daarop houden. Juist. Kijk, weet je, het is lastig om te zeggen dat een speler wordt, van Marokkaanse elftal dat hij wordt onderschat. Eigenlijk, overschat. Overschat. Er zijn er niet... overschat is het nu, toch? Ja. Ja, ik vind dat we. Ik vind dat we op dit. Laat ik het zo zeggen. Ik vind dat we op dit moment. Hè, dat mensen zoals Noordin te blij zijn. Met Youssef N'Seri. Ja, te blij. Die jongen heeft alles: power, lengte, assists, goals, statistieken, kracht, springen. Complete spits. Ik wil bijna zeggen. Hij is gewoon 1-op-1 kopie van Patrick Kluivert, wil ik bijna zeggen. Bijna, hè? Wil ik bijna zeggen. Maar ik heb wel respect voor Patrick Kluivert. Maar we zijn bijna bij Patrick Kluivert. Ik heb de laatste afgelopen Maar Hamza, als ik het goed begrijp, heb je hem gekozen als meest overschatte speler? Ja, ja, maar het is, kijk, natuurlijk, ik wil hem natuurlijk niet te komen. Dan ben je niet goed, Snik. Maar oké, maar wie zou je dan anders overschatten? We hebben allemaal leuke elftal, basis elftal. Zij valt niet te overschatten. Ziyech valt niet overschatten. Hakimi valt niet overschatten. Amrabat valt ook niet overschatten. Niemand valt eigenlijk te overschatten. En als er dan één naam is waarvan... ik heb wel vorige keer een... hoe heet die clown van Sport, die altijd goede clubs heeft? Sporting, Betis. Zoher Verdal. Ja, maar die wordt toch niet overschat? Nou, weet je waar die speelt? Die heeft het cv van waar Stan Valk Jeroen op is.
Ja, voor mij, ik ben niet gelukkig met Nesyri, man. Ja, dat mag, die vrijheid. Ik vind het geen reet om aan te zien. Ik vind het wel echt een pinch hitter. Ik vind hem onrustig. Ik vind hem niet slim genoeg. Ik vind hem kopsterk. Het is al, bij hem, hij wil alleen maar, die dieptepaas hebben of de voorzet. Dat is het enige waar hij op loert. Dus hij is constant alleen maar aan het loeren op zeg maar dit, op het gaan. Maar weet je hoe dat heet, Hamza? Dat heet spits. Ja, maar nee, een spits, een moderne spits, die moet ook af en toe een beetje mee kunnen voetballen. Ja, maar niet elke spits heeft dat, hè? Maar dames en heren, het is niet mijn type spits, weet je. Ik heb het al heel vaak over gehad. En nu gaat het ook wel een beetje lijken alsof ik een hekel aan hem heb. Hey, het is zeker een goede speler, Holland. Het is echt een goede speler. Maar ik vind dat hij een beetje te overschat wordt. Ja. Ik vind dat we te snel tevreden zijn met Nesyri. Ik zie hem niet, zeg maar. Het is niet voor ons de speler die waarmee we de oorlog gaan winnen. Nou, terecht. Terecht in de zin van, dat is jouw mening. En, weet je wat het is? Hij is ook niet constant genoeg aan Nordin. Nee, klopt. Het is nu de afgelopen 3 wedstrijden. Heeft hij geen knikken geraakt, hè? Ja, wel gescoord. Wanneer? Ja, laatst toch? 2 goals. Nee, laatste drie wedstrijden staat hij droog. Maar mooi, hebben we wel een goede kans gehad. Nee, maakt niet uit. Nee, Nordin, hij is gewoon een spits. En hij moet gewoon... Als je niet scoort, dan moet je op zijn minst goed hebben gevoetbald. En dat heeft hij ook niet gedaan. Luister nou. En inshallah komt dat nog. Als jij een serie wegdenkt... Hey, Nordin, wacht even. Hij moet veel meer continuïteit in zitten. Vind je? Er moet veel meer... Die jongen is 22 jaar. Als je hem weghaalt, wegdenkt het Marokkaans elftal, heb je geen één spits die zijn veets mag strikken daar. Niemand. Ben ik met jou eens. Dus dat is onbetwiste basisspeler. Ben ik met jou de echte nummer 1. Ik denk wel dat er betere oplossingen zijn. Ja, maar dan ga je zonder 9 voetballen. Ja, nogmaals, kijk, zolang Arabi blijft scoren, en dat doet hij. Lekker op. Ja. Nordin, wacht eventjes. We hebben het over cijfers. Ja, hij haalt ook gewoon zijn cijfers. Hij scoort gewoon tegen wie? Ook op Champions League niveau. Tegen wie? Wat je maakt uit, overal. Tegen Pas Giannina. Nee, maar ook in Champions League. Ook. Champions League tegen wie? Tegen Krasnodar. Ja, scoort ook tegen. Maar nou zeggen we toch niet, dat hij zeg maar de nummer 1 spits is van Marokko. Maar we zeggen nu alleen maar, hij scoort ook gewoon doelpunten. Als Arabi de bal heeft en hij moet draaien, dan fluit de scheidsrechter af. Einde wedstrijd. Je onderschat zijn snelheid. Oh man. Nesyri op dit moment perfect om in de laatste 20 minuten even erin te gooien. Jij bent gek, wacht even, laat me even uitpraten. Jullie zijn knettergek, man. Ja, Nordin, die jongen die werkt keihard. Die werkt keihard, die blijft jagen. Niet op de meest slimme manier, maar hij blijft jagen. Heel erg vervelend. Maar om nou te zeggen van, oké, dat is... Daar gaan... Nee, daar ga ik... Daar koop ik geen seizoenkaartje voor, Nordin. Dit is een soort van eindjaarsafsluiting en dit en dat, bladibla. Dus ik ga het fucking gezellig houden. Maar nee. Geloof mij, jongens, een serie is echt het allerbeste wat we hebben. Ben ik mee. Hij is, ik zeg niet dat hij niet de beste is, maar het is niet zo dat je zegt blind, jij speelt. Dan moet hij wel presteren. Nee, maar wat het is, het rare is, we zijn het met z'n 4 over eens dat hij de allerbeste is, maar toch is hij overschat. Nee. Nou, dat... Ja, maar dat komt door wat jij net allemaal zegt. Ik ben echt fan van hem, sinds de eerste uur. Ik begrijp je wel, maar ik ben fan van hem gaan worden, in de zin van, er zit heel veel potentie in. Het is echt een ruwe diamant. Maar wel zeker. Heel ruw nog. Wel heel ruw. Zeker. Tuurlijk. Maar ik denk ook wel dat hij zich zeker nog kan ontwikkelen. Maar ja, maar hij komt echt van de bodem, hè? Ja, hij komt echt van de bodem. Van Mohamed Zes Academie, van Ves. Ja, maar er zijn er wel meerdere die echt van de bodem komen, jongens. Ja, maar de stappen die hij nu al heeft genomen. Vergeet, hij heeft al 5 stappen genomen, hè? Ja. Weet je wel? Iedere keer, en hij past zich altijd aan het hoofd. Oké, laat ik het even zo zeggen. Hij is nu, zeg maar, het is geen basisspeler bij Sevilla. Nee. Maar dit is, dit is toch de top voor hem? Nee. Hij kan echt nog wel een stapje over. Dat denk ik. Hij gaat echt binnen nu en 5 jaar speelt hij echt bij een topploeg. Mijn gevoel is, Nordin, dat zij niet langer met hem door willen gaan. Nee. Let me op. Ze zijn niet tevreden over die spits en Nordin. Hij blijft maar doorwisselen. Het is de jong, Nesyri, die jong, Nesyri. Ze zijn daar niet blij mee. Nee, maar dat is omdat ze heel veel wedstrijd spelen. Dat doet de coach ook bij andere spelers. Hij rouleert heel veel.
Ja, dat snap ik. Maar het is wel ook soms op cruciale momenten, dan weet hij het even niet. En dan is het weer De Jong brengen. En dan is het weer. Het is wel heel erg goed wat je zegt, dat die trainer. Wat hij goed doet, is hij kiest zijn tegenstander uit. En dan weet hij precies, oké, dan gaat hij anders spelen. Ja. Maar ik vind het nog niet overtuigend genoeg. Maar goed, ik heb het al vaak gezegd. Ja, maar, weet je, daar ben ik wel met je eens. Het is misschien bij die ploeg nog niet overtuigend genoeg. Maar je speelt wel Champions League niveau. Het is wel top van Spanje, hè? Ik bedoel, het is ook niet, het is geen Ajax, hè? Ik bedoel, tenminste, of Ajax. Het is geen Nederland, geen Eredivisie. Nee, hier zou hij 30 keer scoren, bij wijze van. Ja, dat ben ik wel eigenlijk van overtuigd. Ja. Hij zou 30 keer hier in Nederland? Ja, hij zou 10 keer beter doen dan Jurgensen, 20 keer beter dan wie dan ook in de Eredivisie. Qua koppen alleen. Ja, kijk, weet je wat het is? Het is een speler die maar één systeem kan voetballen. Het is niet een speler die meerdere systemen. Het is bij hem, hè, het is gewoon... Het is niet een speler die mee gaat voetballen. Dus als je een mandekker op hem zet, dus echt een ouderwetse mandekker die hem gewoon... dan, ik denk dat hij het dan heel erg moeilijk gaat krijgen. Het is niet... hij is wel snel, hè? Dus ik weet... Hij is snel, hij is sluw. Hè? Maar hij niet slim. Hij heeft een sleep. Hij is super snel. Weet je wat Nasseri goed is? Weet je waar hij goed in is, Goya? Dat hij zowel met links als rechts een goed schot heeft. Ook, ja. En hij heeft sprongkracht. Ja. Ja, hij heeft een aantal topwapens. En hij heeft een aantal dingen waar hij niet zo goed in is. Maar dat zijn wel dingen waar hij in kan verbeteren. Dus het slim lopen, het meevoetballen moet veel beter. Maar ik denk als je met die technische jongens bij Sevilla allemaal, weet je, Rondo, noem ze maar op, dan word je vanzelf al beter. Dus ik denk wel dat hij... En hij is nog jong, hè, 22. Geef hem nog 3 jaar. En dan kunnen we hem... Ja, we praten over Arabi van 44. Dat bestaat echt niet, hoor. Ja, Arabi heeft sowieso 10 keer meer talent dan Al-Nassr ooit heeft gehad. Als we praten over de jonge Arabi, hè? Kijk, die is ook... Arabi heeft in zijn leven één goed seizoen gehad bij Kaan, volgens mij. 17 nee. Hij heeft ook in Spanje heeft hij altijd goede seizoenen gedraaid. Ja, 9 goals, 8 goals. Granada. Ja, nee, Arabi ben ik ook niet echt. Hij is echt een goaltjesdief. Maar de Arabi, ik zeg eerlijk, ik zou hem er wel bij nemen nu. Ja. Hij is oud, dat klopt. Hij is oud. En heeft... Nou, dan zijn we het in ieder geval daarover eens. Ja, wel erbij. Maar gewoon weten. Dan gaan we naar Dries. Want ik schrok toen ik die naam zag. De meest overschatte voetballer. Dries, zeg het maar. Zakaria Labiat. Ja, ik viel van mijn stoel toen ik die naam las. Zakaria Labiat, ik zeg het eerlijk. Hij denkt dat hij goed is. Hij komt voor Utrecht en Utrecht en Vitesse. Daar is hij goed is. Maar voor een topclub is hij daar is hij niet goed genoeg voor. Want... Weet je wat het is? Weet je wat ik mis bij Zakaria Labiat? Precies wat Nasseri heeft, die winmentaliteit. Dat je een wedstrijd moet winnen. Dat je alles gaat geven. Bij Willem II, die wedstrijd laatst had ik bij Willem II. Ik heb die hele wedstrijd gezien. Hij deed helemaal niks. Ook, Dries, ik moet jou eerlijk zeggen. Goh, ja, ik zit liever voor op de bank om naar Zakaria Labiat te kijken. Dan dat ik naar een wedstrijd van Nasseri ga kijken. Nee. Ik kan niet een hele wedstrijd. Ja, want ik zie toch weinig. Ik zie toch alleen maar. Hè? Maar ik kan er niet een hele. Daar koop ik geen seizoenkaartje voor. Nee, Labiat, voor Labiat wel? No, nee, wacht. Maar Labiat. Kijk, je hoort het al. Ik ben niet echt helemaal met jou eens, Dries. Ik ook niet. Want Labiat is ook een dienende speler. Het is natuurlijk is het geen wereldvoetballer. Maar het is echt een bruikbare speler. En als je, die speelt niet voor niks bij Ajax. En hij krijgt wel steeds weer de kans. En als je ook naar zijn cijfers gaat kijken, ja, die liggen er ook gewoon niet om. 5 doelpunten, 4 assists in de competitie. Nee, ik vind aardig spelen, Dries. Maar wacht even, Nordin. En het is niet eens zo dat hij alle wedstrijden speelt. Hè? Dus dit is op basis van die basiswedstrijd. Of in ieder geval die keren dat hij is ingevallen. Klopt. Dus het is niet eens een volledige basisspeler geweest. Dus, qua rendement doet hij het heel goed. En toevallig stond er deze week... na de wedstrijd tegen Den Haag, waar die scoorde, stond er Den Haag stond er een stuk in de FC Ajax site, zeg maar de supporter site. Want hij werd weer benoemd tot man van de wedstrijd tegen Aden Den Haag, was er voor de tweede keer achter elkaar. En er stond ook in een stuk van, Labiat wordt vaak beschimpt online, mensen haten hem. Maar hoe kan het dan zijn dat de Ajax supporters, want die stemmen dan vooral, hem constant hoog waarderen? Hij staat vierde in de lijst. Ja, weet je wat? Ja. Nordin, de Ajax-supporters, die zijn gewoon heel erg kritisch en die zijn heel erg streng. Die verwachten gewoon een nummer 10, dat moet gewoon in potentie. Nee, maar die stemmen juist voor hem. Dus, Nee, maar als je kijkt, maar hij wordt wel tegelijkertijd, wordt hij wel publiekelijk, wordt hij wel heel veel... Maar dat is door de kleine minderheid. Die schrijver zei ook van, waar is die menigte die altijd op hem stemt?
Waarom roeren zij zich niet in het debat, zeg maar? Dus je hoort alleen maar online, zie je alleen maar de negatieve berichten. Maar heel weinig mensen durven dan positieve berichten te plaatsen. Maar ze stemmen wel op hem als ze moeten stemmen. Dat ja, omdat mensen willen gewoon likes. Hè? En ze willen niet in discussie. Kijk, Hamza is mijn mattie. Maar wat hij van de serie vindt, ik denk precies het tegenovergestelde. Maar ik durf het wel op een vaste manier met hem erover te hebben. Ja. En online, die gasten zitten er alleen maar voor de likes en voor de dingetjes. Ja, klopt. Ik denk dat dat misschien het grote verschil is. Want het is nu mode om te zeggen Jurksen is slecht. Het is mode om te zeggen Labiat is slecht. Ja. Weet je, er zijn gewoon een paar linsen. Er zijn gewoon spelers nu. Daar moet je eigenlijk op afgeven. Ja. Want dat is de publieke opinie. Ja, en het gekke is, want kijk, precies wat je zegt over Labiat. Kijk, zijn rendement is gewoon top. Dries, ik heb die wedstrijd natuurlijk ook gezien. Want Willem II is mijn clubje. Hij Willem II speelde fantastisch goed. Dus heel Ajax kwam niet aan de bak. En Labiat ook niet. Maar dat heeft terzijde. Eerste helft werden ze helemaal overlopen. Ja, weet ik. Maar tweede helft was Willem II echt stukken beter. Ja, alleen, zeker. Labiat zag ik niet, dat klopt. Maar heb jij Klaassen gezien? Klaassen werd overlopen als een klein kind. Klaassen heb ik het hele jaar nog niet gezien. Ja, kijk. We moeten niet doen gewoon, kijk, Labiat, het is wel, kijk, in de belangrijke wedstrijden heeft hij niet het verschil weten te maken. Maar wat ik al zeg, het is gewoon echt een bruikbare speler. Het is niet een speler waarvan je team kan afhangen. Maar het is wel een van de weinige spelers, boys, die rendement heeft in zijn spel. Dus die gewoon cijfers, snap je? Die gewoon doelpunten maken en assist en doelgericht. En die hebben er veel te weinig rondlopen bij ons in de voorhoede in Marokko. Klopt. Dan gaan we naar de meest echte mokro uit 2020, Hamza. Je had Oussama Idrissi. Ja, ik heb Oussama Idrissi, man. Ik heb, voor mij was het vooral zijn overtuigende keuze voor Marokko. Dat was, zeg maar, waarom hij voor het Marokkaanse elftal heeft gekozen. En de manier waarop hij zich, zeg maar, integreert binnen het Marokkaanse elftal. En ook gewoon zijn karakter. Doet nooit gekke dingen, altijd rustig. Je ziet hem nooit handgebaren maken of iets. Hij krijgt ook niet altijd even snel de kans. Maar blijft altijd professioneel. En ik vind hem gewoon een voorbeeld Marokkaanse prof. En kijk, natuurlijk, de jongens van Maghreb, dat is, snap je, dat ze een beetje te voorhand liggend. Voor mij is het zo, jongen opgegroeid in Nederland. Hè, had op een gegeven moment wel de keuze om voor het Nederlands elftal te gaan spelen. Heeft gezegd van, oké, ik kies gewoon voor vaderlandliefde en klaar. En dat je dan op een gegeven moment ook, zeg maar, in zijn interviews en hoe hij dat heeft onderbouwd, Allah, vond ik echt prachtig. Voor een jongen die in Nederland is opgegroeid, top. Hij sprak goed Arabisch in interviews, hè? Klopt. Ja, niet alleen dat, maar ook gewoon de wat hij zei, snap je? Geen open deuren, gewoon gezegd van, duidelijk onderbouwd van waarom hij gewoon voor het Marokkaanse elftal heeft gekozen. Geen twijfel, geen dingen eromheen of die speelde. Nee, Marokkaans elftal, klaar. Ja, duidelijk. Vond ik mooi. En dat voor een jongen uit Nederland, dat ben je voor mij echt een Maghrebi. Toppie. Maar Hamza, even een punt van kritiek. Ja? Hij zegt overtuigende keuze, maar zo overtuigend was het niet, hè? Hij heeft niet gelijk bij de eerste de beste mogelijkheid gezegd, ik speel voor Marokko, punt. Nee, hij... Ja, maar het is zo, kijk, maar niet uitgesproken, maar hij heeft niet gezegd, hij heeft gezegd van, ik... Hij heeft gezegd... Hij zit in het midden gelaten de hele tijd. Nee. Kijk, hij is ooit gevraagd van Jong Marokko. Hij heeft gezegd, nee, ik ben begonnen met de cyclus met Nederland. Die cyclus wil ik afmaken met En dan ga ik een keuze maken. Dan ga ik een keuze maken. Verstandig. Ja, er zijn ook veel interviews geweest waarin hem op de man af werd gevraagd. Wil jij voor Nederland spelen of voor Marokko? En heeft geen antwoord op gegeven. Nee, maar geen antwoord is misschien soms al beter dan antwoord geven. Nee. Ja, nee, maar ben ik niet mee. Als je een overtuigende keuze maakt... Zakelijk gezien is het ook belangrijk om goed over na te denken voordat je antwoord geeft. Hè? Nee. Ook voor naar de andere buitenlandse clubs is het misschien wel handig om dat zo lang mogelijk uit te stellen. Maar de belangrijkste reden is natuurlijk... Hij speelde toen voor Jong Nederland. Hij moest nog in EK spelen met Jong Nederland. Precies. Als je op dat moment gaat zeggen... Als je op dat moment... Heeft hij toch geen EK gespeeld in Nederland? Ja, uiteindelijk hebben ze niet gekwalificeerd. Waarom? Dus nee, maar dat wist je toen nog niet. Dus, zeg maar. Kijk, als je dan zegt, ik ga voor Marokko kiezen, ja, dan word je niet meer geselecteerd. Ja, maar ja, als je er toch niet naartoe gaat, begrijp je? Ja, maar dat was op dat moment toen nog niet duidelijk, zeg maar. Het is niet zo van, weet je wel, dus hij wilde gewoon... Kijk, hij heeft voor Marokko gekozen, dus ik geef hem zeg maar voordeel van de twijfel, maar hij is overtuigend. Jongens, laat het zo zeggen, als hij niet had... Ik ben er blij mee. Als hij niet had gekozen,
Ik weet zeker dat Koeman hem had opgeroepen op een gegeven moment. Ja, tuurlijk. Want daar op links, weet je, had hij zo erbij kunnen zitten, hoor. Ja, anders Frank de Boer dan weet ik niks. Ik hoop echt voor hem dat hij zal slagen bij het Marokkaan zelf, Tonchel. Ja, dat het, het zou super mooi zijn. Afgekeurd bij Feyenoord. Vervolgens langzaamaan stap voor stap van ja, en AZ en uiteindelijk bij Sevilla nu. Ja. Daar heb je wel respect voor. En de serie die van de bodem komt. Huh? Jammer, heb ik zeker veel respect voor. Jammer, jammer, jammer. Dries, we gaan naar jouw meeste echte mokro. Ja, ik had hier... Blijven over hem hebben, noem hem maar. Nee, ik had hier zo van Nasseri, maar ja. Nu begrijp ik de vraag. Mag ik, ik ga een beetje veranderen. Weet je wie ik ga kiezen? Soufiane Amrabat. Nou, vertel. Waarom Soufiane Amrabat? Ja. Marokko onder 17 heeft hij gespeeld. Hij is er altijd, ook laatst bij met FRK Losta, die maat, die wedstrijd. Florentina deed moeilijk, hij wil zo graag naar Marokko. Hij is er altijd bij. Niet een twijfelaar van, nee, ik kom niet, bla, of Florentina. Hij houdt van Marokko. Hij is er altijd bij en hij speelt altijd ijzersterk bij Marokko. Ik vind het echt een goede speler. En hij heeft nooit, ja, een klein beetje getwijfeld, maar hij heeft nooit... Kan ik me ook zeker wel in vinden. Ja. Zeker. Eens. Nordin, jij hebt? Emin Harit. Ja, vertel. Ja, geweldig. Kijk, we hebben het over spelers die dan keuze kunnen maken tussen beide landen. Hm. Emin Harit heeft een EK gewonnen, niet gespeeld, gewonnen. Ja. Hm. Met de onder 17 of 19. Zo, ja. Van Frankrijk, basisspeler, onbetwist, ja. Met grote namen, Mbappé, volgens mij ook die Algerijnse jongens van Lyon. Echt topgeneratie. Maar hij heeft gezegd, luister, ik ben Marokkaan en mijn hart zegt, kies voor Marokko. En vanaf het moment dat hij dus kon kiezen, of dat ze hem hebben benaderd, is hij voor Marokko gaan spelen. Hm. En, wat ook een rol heeft gespeeld, zeg maar, hij is geboren in Frankrijk. Maar hij spreekt nog beter Arabisch dan die jongens die in Marokko geboren zijn. Ja. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Ik had het ook al jou doorgegeven vanmiddag, Nordin. Met Idrissi. Boussoufa heeft eigenlijk ook datzelfde. Hè? Dus gewoon echt die vaderland. Nee, maar Emin Harit praat echt goed Marokkaans. Nog beter dan ik, wil ik bijna zeggen. Dus echt, maar, ik heb zijn interviews gezien. Ik dacht, nee, dit is ook gewoon iemand uit Marokko die naar Frankrijk, net als die academische spelers. Maar nee, het is echt gewoon iemand van Frankrijk. En Frankrijk is zeg maar, als je dat dan, je komt uit Frankrijk en je doet dat. Dan is al toch die, weet je, dat, precies wat je zegt, Hamza. Maar dus Boussoufa, jongens, hè, ik had het ook al aan je doorgegeven, Nordin. Ja, die speelt dan nu niet meer voor het Marokkaanse elftal. Maar dat was voor mij voorbeeld Marokkaanse prof. Ja. Hè, dat je tranen laat van blijdschap. Snap je, dan ben je dan... Dan heb je het goed gedaan. Dan heb je het goed gedaan. Een van de weinigen, zeg maar, die echt oprecht, vind je? Ja. Ja, mooi, man. Top, dan gaan we... Ik hoop echt dat die andere jongens, dus die nieuwe generatie, dat ze dat ook een beetje in zich krijgen. Als maar 1% van die, van die vreugde. Ja, dat is de basis uiteindelijk. De echte trots zorgt ervoor dat je successen behaalt, absoluut. Dan gaan we naar de minst echte mokro, Hamza. Onze grote vriend. Dat is voor mij Hamdallah, man. De schaker. Ja, man. Waarom? Ja, als jij besluit om niet meer voor Marokko uit te willen komen, ja, dan ben je toch geen echte, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja dat is kort maar krachtig. Ik bedoel, dus ik denk dat je sowieso je ego, je trots opzij moet zetten. En zoals Idrissi, kijk natuurlijk, ik kan best wel voorstellen als je daar komt dat de irritatie is hoog. Dat je kan irriteren aan dingen. Maar als je op een gegeven moment die vlag ziet en je hoort volkslied, daar doe je het voor. Klaar. En daar, dan maak je niet veel. Hij ging ook provoceren. Dat vond ik misschien nog wel kwalijker, weet je wel. Ja. Als Marokko de aftrap van de wedstrijd, ga jij net die foto posten als je koffie aan het drinken bent ergens. Zeg maar, ik kijk niet. Ja. Marokko communiceert, hij is geblesseerd. Zodat ze een andere speler... kunnen oproepen. Hij gaat net foto's plaatsen dat hij kaart aan het trainen is. Ja. Weet je wel, ja, dan ben je gewoon... Dan ben je geen echte, toch? Ben je dan een Judas? Ja, nou ja, je legt me nu woorden in de mond, maar ja, ik vind het gewoon kwalijk. Sportief gezien is het zeer kwalijk. Ja. Dries, jij zocht het dichter bij huis. Ik had Momi Dientare. Ik zie Norin al zo knikken, maar vertel waarom. Ja, we weten allemaal. Ja, maar nu word ik gezien als de grote Iataren-criticaster. Nee, maar ik ken er ook iets van, hoor. Wat hij heeft gezegd bij Soufiane Touzani op YouTube,
Dat kan echt niet door de beugel. Wat hij gezegd over Marokkanen heeft ons echt schande gezegd. Geen één speler heeft dat gezegd. Geen Al Ghazi of iemand anders die niet voor Marokko heeft gekeken. Hij heeft ons gewoon helemaal zat gemaakt, helemaal kapot gemaakt. Ik vind dat echt erg. Zulke dingen kun je echt niet zeggen. Ook als je 18 jaar bent, je weet wat je zegt. En het komt op, ja, het komt op YouTube. Iedereen gaat het zien en je weet wat er gebeurt. Dus ook als iemand naar je toe komt, zegt tegen jou verrader of hij gaat tegen je schreeuwen. Je blijft gewoon professioneel of je zegt tegen hem iets anders of je scheldt hem uit. Maar niet... Maar als hij daarna ook, want volgens mij heeft hij daar ook... Hij zal misschien niet zo snel zeggen dat hij daar geen spijt van heeft. Maar volgens mij heeft hij er wel spijt van. Ja. Precies. Denk het ook. Ja, ga naar Instagram, maak een filmpje van een minuut. Ja. Ja. Ik denk dat hij gewoon even een tijdje gewoon even alleen maar moet gaan voetballen en minder moet gaan op dat soort dingen. Moet gaan. Ja. Dat is wat ik net zei. Ja. Norin, jij had... Ja, vertel maar. Ja, ik heb gekozen voor Mehdi Ben Atiya. Ja. En dat heeft meerdere redenen. Als ik nu soms met jeugdige Atlas Lions fans, Marokko elftal fans, wat dan ook spreek, dan doen ze altijd alsof dat de beste is die we ooit hebben gehad. En dan denk ik van, ja jongens, dat zeggen jullie misschien omdat hij de enige is die jullie hebben meegemaakt. Hè? Maar als ik kijk naar een Nordin Nibbet, die op diezelfde positie speelde en ook aanvoerder was, ja, Mehdi mag zijn veters niet eens strikken, met alle respect. Qua voetbal... Maar... Voetballend absoluut niet. Nee, absoluut maar hij heeft wel een grotere clubs gehad. Ja, grotere clubs, klopt. Nee. Maar die heeft bij grotere clubs op de bank gezeten. Hij heeft ook veel gespeeld. Hij heeft nooit meer dan 50% van de wedstrijden gespeeld. Bij geen enkele ploeg. Maar dat had vaak... Dat was ook vaak gebeurd. Ja, had vaak te maken met... Nibbet is gewoon landskampioen geworden. Ondertussen met Deportivo La Coruña. Precies. Dat is net alsof je kampioen wordt met Sparta, zeg maar, nu. Ja. Die zit... En op basis daarvan, zeg maar... Want ik heb mijn carrières gekeken... Plus het feit dat hij op zijn 31ste volgens mij, al naar Qatar ging. Onbegrijpelijke keuze, want als jij een goede speler bent, nou ja, dan probeer je zo lang mogelijk in Europa te voetballen. Ja, en ook gewoon al die social media filmpjes. Ja, natuurlijk, bij Nibbet had je dat toen niet. Dat is misschien nu van nu. Ja. Maar het is gewoon voor mij nooit een voorbeeld geweest van een echte captain. Hij staat dan wel zo en hij doet, maar ook... Bij het minste geringste, ja, ik stop mijn interlandcarrière omdat ik een beetje ben uitgescholden op Facebook. Ja, dan tel je voor mij gewoon niet mee als een echte grote speler. Plus het feit, ik zie hem reclame maken voor Royal Air Maroc en This is your captain speaking teksten in het Frans. Denk ik, ja, je bent verdomme aanvoerder van Marokko, niet van Frankrijk. Begrijp je? Ja. En dat je al 20 jaar lang, of in ieder geval heel zijn carrière, alleen maar in het Frans hebt lopen praten. En niet eens één keer de moeite hebt gedaan om een andere taal te spreken. Dus al die dingen al bij elkaar. Dus ik zag die vraag, ik dacht ik moet aan het jaar denken, aan het oeuvre. Hij zit daar nu bij het heel volgens mij en gaat daar en... Maar neem niet weg dat het een beest is, toch, Nordin? Het neemt niet weg. Ja, dat... het is dan een goede voetballer, hoor. Het is een goede voetballer, maar het is geen mokro. Ben ik het met jou eens? Ben ik het helemaal met jou eens? Ik ben het helemaal met je eens, Wanda. Ja. Het is echt een Franse... Het is alles wat Emin Harit niet is. Klopt. Heeft dat met opvoeding te maken? Het heeft met Schap Franse te maken. Schap Franse. Ja, maar heeft... natuurlijk heeft dat met opvoeding te maken. Ik ben wel altijd gecharmeerd van hem geweest. Hoor. Ik bedoel, ook als ik kijk naar zijn carrière, weet je wel, vanuit de tweede divisie Frankrijk naar deze AS Roma, Juventus, Bayern München. Het was steeds alleen op een gegeven moment zijn fitheid kwam. Het was alleen bij Roma, vond ik hem echt onbetwiste basisspeler en echt supergoed. Ja, hij heeft een periode bij Juventus, was hij echt ongelooflijk. In de Champions League ongelooflijk goed. Echt. Ja, het enige wat ik nog weet is dat Suarez de bandje over hem heen tilde en dat hij daar even ging duiken daar. Hij had ook in de beker twee keer gescoord. Ja. Hij was echt... Tegen Milan. Nee, hij was een wereldverdediger. Hij was echt goed, hoor. Absoluut respect voor hem, voor zijn carrière. Ik ben ook blij dat hij voor Marokko heeft gespeeld en gekozen. Ontegenzeggelijk gewoon wel een topspeler geweest. Maar het zijn wel dingen... Het zijn die dingetjes wat we net hebben... Waar je echt aan irriteren, zeg maar. Ik denk van ja, Mokro, nee man. Klopt, daar ben ik ook mee eens. Met die wedstrijd ook tegen Benin was hij weer geblesseerd. En zat die WK ook, ging hij uithalen naar Hajji. Ja, klopt. Ik denk van, jongen, Hajji is fucking Afrikaanse speler van het jaar geworden. Hè? Dat ben jij nog niet geworden. Begrijp je? Weet wel wie jij bent en weet je. Hajji is de eerste die de deur heeft opengedaan. Hè?
de eerste speler uit Europa die voor Marokko heeft gekozen. Ja, want hij kon ook voor Frankrijk kiezen. Voilà, weet je, dus je moet fucking respect hebben, zonder Hesje was je die er misschien niet eens. Ja, cool. Weet je, en al dat soort dingen, dan denk ik ook wel, ja, het is je wel aan je bol gestegen, meneer Mehdi, M-E-D-H-I. Mehdi Benatia. Dan gaan we naar het voetbalmoment 2020, Hamza. Sorry? Het voetbalmoment 2020, jouw voetbalmoment. Voor mij de 8-2 overwinning van Bayern München op Barça, man. Zie je al lachen. Deed je dat goed? Sorry? Deed je dat goed? Ik zie je al lachen. Oh ja, nee. Het deed mij zeker geen goed. Voor mij was dat zeg maar officiële einde tijdperk van Messi. Barça. Ja, niet eens zozeer van Messi, maar... Nee, maar Messi is wel klaar, hè, jongens. Even tussendoor snel. En laatste week doet hij weer goed. Wat bedoel je met klaar? Goed, Messi is geen absolute wereldtopper meer. Ah, jongens, houd je op, man. Messi is niet meer best speler van de wereld. Nee, kom op, ik kan Noordin. Ik kan niet zeggen dat Messi geen wereldtopper is. Echt niet meer. Hij heeft het niet meer, Hamza. Snelheid is weg, handelingssnelheid. Nee, maar wacht even. Messi voor de goal. Messi, de 50% van Messi, van wat hij was, is nog steeds wereldtop. 50% is wereldtop, klopt, maar niet best speler van de wereld. Dat bedoel ik misschien. Nee, het is zeker niet. Het is dat is wat de beste. Nee, het is niet de beste speler van de wereld, maar kom op. Maar wel wereldtop, tuurlijk. Ja, tuurlijk is die zin, maar ik begrijp wat ik bedoel. Ja, ja, zeker. Maar, en voor mij, die 8-2 was zeg maar wel voor mij... Oké, nu is het echt klaar met geen hoop meer. Wat zeg maar sowieso is het al heel moeilijk om dat te evenaren, maar... Het was voor jou bevestigd dat het geen incident was. Juist, precies. Maar 8-2 was wel hard, man. 8-2 ja, veilig, was het voor stond, voor mij, iedereen die was, stond gewoon met zijn mond open van... Nee, what the fuck gebeurt hier nou, man? Duitsers zijn daar goed in. Hè? Ik bedoel, 2K 2014 hebben ze Brazilië zo vernederd met 7-0. Tuurlijk. Hey, maar Duitsers hebben wat met die uitslag. Want de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff... Mag ik net zeggen. Is gewoon ook helemaal los, hè. Dus, maar ze zijn een paar maanden geleden teruggepakt door Spanje. Getrakteerd. Koekje van eigen deeg. Koekje van eigen deeg, ja. Er waren veel mooie wedstrijden, maar dat was voor mij wel echt een... hoogtepunt. Dries, jouw moment? Ja, voor mij was het... We hebben het begin van de afzending over gepraat. Bij mij is het Marokko onder 20. 16 jaar niet naar de Afrika Cup of een WK. En nu zijn ze door naar de Afrika Cup. Dus dat is mijn moment met een bondscoach van Marokko, Zakaria Poep. Een speler van Raza, die naar Frankrijk is gegaan. Een speler die echt van Marokko houdt. En je ziet het ook terug bij de jongens in het team. Ze vechten voor het land. En daar hadden we problemen mee. Marokko speelt altijd mooi voetbal tegen Portugal, tegen andere landen. Maar het gaat niet alleen over mooie voetbal. Je moet ook weten hoe je wedstrijden wint. Wedstrijden wint. Teg, Lefar, Dialouacht. 5 minuten, 3 minuten extra tijd. Zulke dingen doet Egypte. Daar hebben ze een paar keer de Afrika mee gepakt. Tunesië doet het ook. Zulke dingen moeten mee. En ik heb een stukje gezien van hoe heet je ook alweer? Oussen, die nu bij Marokko werkt. Die gaat over de Marokkaanse jeugdteams. En die zei in een interview, het gaat eerst om conditie en duels en winmentaliteit. Vechten voor je tunie. Gaat het helemaal grip. Ja, dus dat eigenlijk. Dat is mijn moment. Heel mooi. Noordin? Ja, mijn moment van het jaar. Het absolute hoogtepunt van mijn voetbaljaar. Dat is een recente gebeurtenis deze week. En dat is dat wij met 0-2 wonnen van FC Twente. En dat daardoor dus Sparta voor het eerst in fucking lang de winst op ingaat als een team uit het linker rijtje. Ja, ben ik echt super trots mee. En met veel Marokkaanse inbrengen, jongens. Veel Marokkaanse inbrengen. Ja. Reda Gershous op de bank. Aydel Aouassar als aanvoerder. Abdou Harou is beste speler. Nog wat jongens die eraan komen. Dus ik ben echt blij. Doet je dat echt persoonlijk ook iets? Ja, tuurlijk. Geweldig. Voor en elke wedstrijd bel ik met Aydel Aouassar. Gaan we het allemaal doornemen. Abdou Harou stuurt altijd filmpjes, berichtjes. Dus ik ben echt nog meer betrokken, zeg maar, omdat het ook Marokkaanse jongens betreft. Ja. Ik ben echt heel blij. Weet je, we staan gewoon fucking negende, weet je. Sparta, we speelden 10 jaar lang Jupiler League, hè. Komen van ver, hè, bro. Lekker rijtje, hè. Ja, goed. Van Brok. Ja, leuk werk, Fik. Goede trainer hebben jullie, dus dat is op zich... Zeker. Goede trainer, een paar goede spelers. En hij maakt ook spelers beter. Ja.
Dus, Is dat Chelsea die je kwijtraakt in de winterstop? Of niet? Harvey. Of voor de trainer? Trainer. Ja, nee, de Harvey. Nou ja, als iemand 3 miljoen neerlegt, dan is die weg. Weet je, dat is wel de realiteit. Ja. Maar... Heb je hem nog een beetje kunnen overhalen, Noordin? Want het is allemaal leuk en aardig wat ze allemaal gaan doen. Maar gaat het voor me ook? Is er nog een kans? Of, Jawel, jawel. Ben je bezig? Ja, ik ben bezig. Ik ga er wel vanuit dat het me gaat lukken. Ik denk wel dat hij voor Marokko kiest. Elke week een stukje meer van overtuigd. Is de meerwaarde van Marokko? Ja, ik zou hem echt erbij nemen. Houla, hij is echt powerhouse, weet je wel. En wat hij ook heeft, hij kan op verschillende plekken spelen. Maar het is echt, die knieën te barkelen, weet je wel. Het is echt bikkelen. En hij schiet, hè. Het is echt een speler die echt gewoon schoten lost. Ja. Maakt nog wel iets te weinig doelpunten, niet Noordin? Nee. Hij scoort veel, hoor. Ja? Hij is topscorer van Sparta nu zelfs, hè. En ja, hij scoort met rechts en links. En vorig jaar speelde hij dus rechts. Rechtshalf, rechts buiten. En heel veel assists dat jaar. Ja. En ook een intelligente jongen, hè. Intelligente jongen. Ja. Goede speler, slimme speler. Sterk. En rustige jongen ook. En sterk, technisch. Technisch, misschien best een goed schot. Dus nee man, ik ben echt blij. Nou, ik weet zeker die, dat is de volgende. Die kijk die? Even. Is die nu aan het kijken, denk je? Ik stuur hem wel altijd, zeg maar, als ik een beetje leuk over hem spreek. Of iemand spreekt een beetje minder leuk of wel leuk. Stuur ik hem wel even een linkje en vind ik altijd geweldig. Dus als we hem nu even de groeten willen doen of een boodschap voor hem hebben, gaat zeker naar kijken. Ja man, dan zou ik zeggen, als ik hem was, zou ik niet bij die twijfelaars willen. Van, had hij ooit van gezegd van, zeg gewoon Marokko man. Ja. Niet twijfelen. Maar hij zit met hetzelfde dilemma. Hij zit bij Jonge Nederland. Hij heeft wel een EK te spelen binnenkort. Als hij nu gaat zeggen, ik ga van Marokko spelen. Ja, dan neemt hij... Appie! Appie! Appie Haroui, shof, deze is voor jou, hè? Shof, Asabi, shof. Ja, wallah. Het EK is volgens mij... Ik weet niet wanneer het EK is. In mei, denk ik, of zo? Ik weet niet. Ja. Nee, ja. Ik ga er vanuit EK'tje spelen en dan... Ja, dan Marokko. Dat is klaar. Nou, dan gaan we naar de beste bondscoach die Marokko zou moeten hebben, kunnen hebben. Jullie mochten alle namen kiezen. Ja. Op de site hebben we carte blanche. Ik heb echt kunnen bieden wat we willen bieden. Hamza, jij kwam met een interessante naam. Ja, kijk, het is gewoon wens, hè? Wij krijgen alles voor elkaar als we willen. Kijk, uiteindelijk zou ik het prachtig vinden als een jongen als Hadi Ramzi bondscoach zou worden. Dat is voor mij het ideale plaatje. Ex-international, spreekt de voetbaltaal, spreekt letterlijk ook andere talen, hè? Dus, zoals Spaans, Frans, Marokkaans en Nederlands. En heeft ook nog eens op niveau gevoetbald. Nederlandse voetbalschool, dus het moderne voetbal, hè, waar die heel erg serieus mee bezig is. Ja, ik denk gewoon een rustige jongen. Dat als hij een beetje ervaring opdoet, dat dat gewoon wel het ideale plaatje is voor het Marokkaanse elftal. Ja, maar dat is in de toekomst. Hij gaat nu beginnen aan het toekomst. Voetbal. Dat, we hebben nu een trainer. En wie? En nu zou ik zeggen... Dan heb ik twee namen. Dan heb ik Louis van Gaal en José Mourinho. Je moet er één kiezen. Dan ga ik voor Louis van Gaal, man. Zie dat voor je? Louis van Gaal met zijn karakter. Ja, man. Ik dat zou wel werken, toch? Ja, maar dan staat er iemand langs het veld. Met zoveel voetbalinhoud. Met zoveel voetbalkennis. En ook, zeg maar, die de talen spreekt. Dus, en Louis maakt je wel beter. Ja, precies. En hij spreekt Spaans. Hij spreekt Engels, Duits en Nederlands. Dus als hij een beetje aan zijn Frans gaat werken en een beetje kiefes en een beetje salam alaikum en zo. Dat zou echt een droom zijn. Want het zou ook gewoon een toernooitrainer heeft ook bewezen dat hij, zeg maar, in kort tijdsbestek aan een team kan werken. Hij woont in Portugal, dus het is ook dichtbij. Ja, zou echt mooi zijn, man. Hoor. Het is echt een toptrainer. Vraag aan Mounir. Ik bedoel, die is fantastisch met een geweer, Mounir Hamdawi. Het is ook een speler die ook met toppers om kan gaan. Oh, een trainer die met toppers om kan gaan. Ja, precies. Ja, ze hebben wel vaak overgeroepen dat hij, zeg maar, merendeels met spelers kan omgaan die er nog moeten gaan komen. Maar hij laat veel jonge jongens debuteren, dat is het vooral. Ja.
Klopt. Maar het is wel echt een man met aanzien. En ik denk dat hij ook een goede structuur eist. Dus ook gewoon zich heel veel gaat bemoeien met, hè, met wat er onder hem gebeurt. Dus zeg maar echt gewoon met de jeugd gaat meedenken. Ja. En met de organisatie gaat meedenken. En met zijn know-how. En ja, dat zou gewoon top zijn. Dan, ja. Ik ben ook een echte fanaat van de Nederlandse voetbalschool. Dus, en zeg maar een trainer die met problemen kan omgaan. Tactische problemen. En dan een oplossing kan vinden. Ja, daar is hij een genie in. Dus ja, dat zou echt wel mooi zijn. Ik ga hem bellen. Ik moet Truus bellen trouwens. Ik ga Truus bellen. Louis van Gaal, hij zit nu toch stil. Dus en deze... Ja. Dries, je hebt een totaal andere... Ja, ik had Hussein Hamouta. Weet je waarom? Kijk maar naar Algerije. Iemand die van één land komt. Dus hij komt van Algerije, een bondscoach. Oh, Hamouta! Ja, Hamouta. Ja, klopt. Ik dacht dat... Echt een goede trainer. Kent de Afrikaanse voetbal heel goed. Met de Gimistad is hij tweede. Daar begon hij mee. Tweede in Botola. Toen is hij met El Fetah Rabat. Heeft hij de Europa League van Afrika gewonnen. Champions League de Afrika met Louis Dett. Kent de Afrikaanse voetbal heel, heel goed. En is echt een hele goede trainer. Maar we gaan het zien. Januari gaan ze beginnen. Met alle respect voor onze broeders. Maar het is een Algerijn. Hè? Dat is hetzelfde als dat Nederland met een Belgische bondscoach. Nee, hij moet het Marokkaan. Maar ik bedoel er gewoon. Kijk naar Algerije. Die hebben gewoon een Algerijse bondscoach. En ze hebben de Afrika Cup gewonnen. Iemand die jong is. Dat moet Marokko ook doen. Iemand die jong is. Naast Adi Ramzi kan ook als hij zijn diploma houdt. En alles en alles. Zoiets. Maar Moet hij nu trainen bij Wydad? Nee, hij is trainer bij lokaal van Marokko. Dus in Mechelen. Oh, sorry, ja, bij Cannes. Ja. Maar ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk wel, ik kan een aantal Marokkaanse trainers noemen. Te beginnen met Tausi. Welke Marokkaanse trainers hebben we nog meer gehad? Ik wil het niet. Blinda is te lang geleden, Blinda. Ik heb vanmiddag had ik het over Tausi. Tausi werd aangesteld in die tijd. Ik werd helemaal gek. Je vriend van mij, ik zeg nee. Ik zeg wat ze nu hebben gedaan. Ze hebben gewoon Tausi aangesteld. Hij zegt nee, hij is een goede coach. Dit, dat. Ik zeg, je bent gek, vriend. Het dorp is gek als hij. Dat is niet 100. En nu later was die om, dacht hij van. Jij had gelijk. Ja, maar Zeki had het wel goed gedaan, hè? Finale. Zeki had finale goed gedaan, maar dat vond een slechte trainer, hoor. Zeki had goed materiaal. En ik heb van jongens gehoord, hij was best wel een lafaard als coach. Tactisch best wel laf. Ik bedoel, Afrika Cup, op een gegeven moment staan ze achter. Laf. Hij was de definitie van laf. Ja. Hij moest zich kwalificeren. Hij stond gelijk. Hij moest winnen. Bracht hij Regragui in. Ja. De ben je niet 100. Nee. Ik weet nog... Boussabon zat dan op de bank. En dan mocht hij, weet je, 3 minuten. Hij moest winnen 3 minuten of zo. Dus het was geen... Ik bedoel, Zeki was een wereldkeeper. Maar ik vond als trainer... Zeki is het evenbeeld van Marco van Basten in Nederland. Geweldige speler geweest in zijn tijd, maar de training is volledig mislukt. Ik had ook wat met die Jemes Salemi. Had ik ook zoiets van, oké, als we dan toch een... het liefst heb je een Marokkaanse trainer, snap je? Ja, die is ook niet slecht. Dus iemand met Marokkaans bloed. Maar ik begrijp niet waarom wij dat steeds zeggen, jongens. Wacht even. Nee, maar Nordin. Dat is toch... Ja. Dat zou toch mooi zijn als dat zo zou zijn. Een land... Het mooiste zou zijn toch dat de trainer van dezelfde afkomst is. Precies dat. Het zou het mooiste zijn, maar het verleden heeft wel bewezen bij ons altijd. Ik denk dat de spelers en dat achtergrond van de jongens, dat een beetje te complex ligt. Dus zeg maar, het lijkt me heel erg moeilijk om zeg maar, als Botola trainer om met een ZS om te gaan of zo. Nee, maar kijk, precies wat Ramzi zei. Hè? Ramzi had ik vorige week gesproken en die zei van... Ik had twee keuzes. Ik had de keuze. Ik ben Marokkaans ex-international. Ik kan binnen een jaar mijn papiertje halen in Marokko. En dan heb ik het hoogste diploma waar ik trainer kan zijn. Maar dan kun je niet in Europa meewerken. Nee, dat wordt lastiger dan. Maar in principe, als je genoeg ervaring hebt, dan kun je wel weer omscholen. En dan gaat het snel via Ierse dinges. Maar hij heeft ervoor gekozen. Nee, ik pak de lange weg via Nederland. En dan praat je over... 5 tot 8 jaar duurt dat, voordat je, ik denk dat hij bij Oefenmeester 3 heeft moeten beginnen, of 2-1, dus dat duurt heel lang. En nu, als je uiteindelijk aangenomen, maar met zo iemand, weet je, oké, hij heeft in Nederland gespeeld, hij heeft even in Italië gespeeld, hij is trainer geweest in Nederland bij PSV, heel lang bij de jeugd. En, dus als hij ooit bondscoach wordt, dan heb je een Marokkaanse trainer, maar die ook het Europese visie, Europese inzicht heeft.
En dat is wat je mist bij Marokkaanse trainers vaak. Is, ja. En dat is wel iets wat die jongens van Europa verwachten. Ja, klopt. Ja, maar, we hebben nu, maar hij is niet de eerste. We hebben nu toch ook al Regregui die het heel goed doet. Ja. En we hebben... Jongens, wat vinden jullie van het plaatje? Hadi Ramzi, Boussoufa als assistenttrainer. Bam. Mooi toch? Ja, wel heel Nederlands. Waarom? Ja, ook... Hadi Ramzi is toch gewoon vandaar, toch? Ja, maar wel in Nederland altijd gevoetbald. Maakt niet uit. Maribi is Maribi. Maar Boussoufa... Ja, maar ja, dan kan je ook Amuta erin zetten. Maar Boussoufa heeft nooit in België of in Nederland gevoetbald. Dus dat is weer in België. Nee, waarom Boussoufa zo... Dan zou ik een Frans-Nederlands combi maken. Maar dat is dus wat we inshallah gaan krijgen. Hè? Dus dat soort spelers die gaan op een gegeven moment ouder worden. En die gaan het een beetje overnemen. Maar dan is het dus mooi als je een jongen hebt die al die talen beheerst. Dus letterlijk en figuurlijk. Dus de voetbaltaal en zeg maar de achtergrondtaal. Ja, dat is toch het ideale plaatje. En ook nog eens hoe gevoetbald. En echte vaderlandliefde. Ja. Prachtig. Ik hoop dat na het WK, dat Hadji gewoon de bondscoach wordt. Ja joh, ik ook. Want ik vind zit nu... er al bij Zeki, zit hij al. Ja. Ik vind het wordt nu al heel lang door de Marokkaanse media aan de stoelpoot van Hadji gezaagd. Echt, ja? Ik begrijp er helemaal niks van. Ik weet het ook niet. Hij wordt gezien als dit. En als hij dit, als bla... En ik vind het gewoon heel kwalijk, want ik ben heel blij met iemand als Hadji. Maar, je weet niet wat zou hem nou een goede trainer maken? Goh, kijk, dat weet ik niet. Ja, het gaat niet per se dat hij misschien, daar kun ik geen antwoord op geven. Daarom, het is een beetje lastig om te zeggen. Het is een beetje maar dat geldt voor alle trainers. Voor een Ramzi of een Weddo, dat weet je niet. Greg, ik weet wel, want die heeft het bewezen al heel lang. Mm. En dat hij een goede trainer is. Maar wat ik probeer te zeggen, het profiel van een Hadji, daar kom je wel binnen ergens, hè? Ja, inderdaad. Ja? Vraag aan elke gemiddelde Marokkaan. Ik denk dat voor heel veel jongens van mijn leeftijd en iets jonger, is Hadji de eerste speler die een soort van persoonlijking van was van Marokkaan zelf al. Met een moderne Marokkaan. Ik was zeg maar op school, op de middelbare school, was ik hem zeg maar aan het tekenen met Marokkaans elftal shirt en nummer 7 en Marokkaanse vlag. En dan staat Hadji. Geweldig. Ik weet nog het WK 94, weet je, hij begon als invaller. Kort haar. Ja, het is niet zo... Maar ook niet het maximale uit zijn carrière gehaald in Nordin. Maar ik ben Lokeren natuurlijk goed gedaan en daarna Coventry. Hij heeft niet geleefd naar de sport, jongens. Het is een facebeest, hè? Ja? Ja, het schijnt echt een facebeest te zijn. Hij zag wel altijd fit uit. Hij was nooit te zwaar of zo. Kijk, hij was op een gegeven moment is hij naar Aston Villa gegaan en Coventry. Dan was hij wel de man. Coventry was hij goed. Hij was goed, maar Aston Villa ook wel. Alleen het probleem was, denk ik, in die tijd een beetje, als Marokkaan zijnde... het is lastig voor Marokkanen in die tijd om bij een topclub te komen. Hè? Dat was, ja. Weet je, dat was een ander. Niet te doen. Was niet te doen. Nee, het was bijna niet te doen. Terwijl hij echt al genoeg kwaliteit had om echt al bij de subtop van Engeland te voetballen. Ja, hij speelde landen, speelde hij helemaal gek, joh. Hij was echt goed, weet je wel. Ja, hij was echt goed. Maar dat was een andere tijd. Dat was echt een andere tijd. Ja, maar kijk, weet je wat het probleem is? Waarom wordt hij dus... Kijk, die Marokkaanse media in Marokko, die is altijd op de hand van, weet je wel, spelers, van hun trainers, van hun dingen, van over racisme gesproken, maar goed. En hij was natuurlijk assistent van Hadji, van Zeki. Ja. Zeki is de jongen van daar. Nou, Zeki, die kan er helemaal niks van. Nee. Daar zijn we te roerend over eens met z'n allen. En die werd er op een gegeven moment uitgestuurd. En dan zeggen ze dus dat Hadji... daar zeg maar een rol in heeft gespeeld. Ja. Of zeggen ze dat Hadji achter de scherm al met Renard sprak. Precies, ja. En dat is wel zo. Informatie gehoord, broer. Dat is wel zo. Dat Hadji met Renard zat te praten en dat hij door hem is gekomen. En ze hebben ook en Zeki hebben ze geëist dat die twee spelers van Mohamed Sedis Academia dat ze moeten spelen. En het zijn niet mijn broer, het zijn mensen die bij de Marokkaanse KNVB werken en die hebben dat tegen mij gezegd. En ik geloof dat wel. Mag ik twee spelers doen? Maar, ik was nog niet klaar met mijn verhaal. Dan gaan we door met jou, Cedris. Waar het mij om gaat is, Hadji is niet degene die besluit om Zeki te ontslaan. Nee, klopt. Dus dat hij nu de Zwarte Piet draagt, of dat hij nu het boetkleed aan moet doen, ja, dat vind ik gewoon niet eerlijk. Hadji is gewoon voor ons, vooral voor de Europese Marokkanen, is hij het voorbeeld. Hij is de eerste, hartstikke goed. Hij liet Frankrijk, hij koos voor Marokko. En dat is wel iemand met statuur, weet je wel. En daarom zou ik hem er altijd bij houden bij Marokko. Zeker.
Dries, welke twee spelers waren dat die onder Zeki moesten spelen? Dat was Hemze Medin en Youssef Nassiri. Youssef Nassiri heeft uiteindelijk wel gedaan wat hij gedaan, maar Hemze Medin was 100%. En toen speelde Asraf Lazar bij Zeki, die speelde als linksback. Maar ze hebben geëist aan Zeki van, wij willen laten zien dat Medin van Mohamed Zayed Academia, dat ons werk doet, dat hij moet spelen. Hmm. En dat is echt geen fake news of dit. Het zijn mensen die werken bij de Marokkaanse KNVB. Ja, maar dan, weet je, als het een kerel was geweest, dat hij ontslag moeten nemen. Precies, dat is het. Daarom heeft hij ruzie mee gehad. En toen is hij weggegaan. Toen kwam Renard. Ja. Ja, mijn god. Norin, jouw coach. Ja, ik twijfel heel erg tussen twee namen. De eerste naam is Henk Vreese. Een toptrainer. En die heeft deze spelers echt beter te maken. Alleen, toen dacht ik, wacht even, weet je. We hebben nu een coach. Die zit er nu. Die is net begonnen. Dus die moeten ze wegvinden. En waarom zou ik nu al kijken naar een andere coach of een betere coach? Dus jij krijgt nu alle middelen om te nemen wie je wil nemen. Ja, dan blijf ik nog steeds op Mehdi staan. Ja. Want ik vind, als iemand de kans hebt gegeven om zijn werk te doen, dat je hem ook de kans mag geven om dat te perfectioneren, om het af te maken. Ja. Bro, daar ben ik wel mee eens. Dat zeker. Want hij is ook één persoon die zegt gewoon, ik heb die hele interview van Riyadia gezien in het Frans en ik heb het helemaal laten vertalen. En hij woont idee. Hij woont idee en hij is gewoon heel eerlijk. Hij zei, wij Marokkanen, Marokkaanse mensen gewoon in Marokko, in Europa, gewoon algemeen, wij denken dat we de beste spelers in de wereld hebben. Wij denken dat we de beste team hebben van de wereld. Wij denken dat we zomaar de WK kunnen winnen. Wij denken dat we zomaar de Afrika Cup winnen. Dat heeft hij wel gezegd. En daar ben ik wel een beetje mee eens. De Afrika Cup is heel iets anders, maar soms, zo ben ik ook, denk ik, hij is beter, we moeten van Spanje winnen, we moeten van Portugal winnen. Dat begrijp ik wel. Daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Toen ze het mij vroeg, wat gaat Marokko doen op het WK, ze riep ik ook halve finale. Ja, precies. Ik zelf was jouw broer. Ik geloofde erin, hè. Ik was echt al... Ja, ik ook. Hoe ik geloofde er ook zwaar in. Ik was ook teleurgesteld, hè. Traan in mijn ogen met de wedstrijd tegen Iran. Ik had al mijn collega's overtuigd dat we beter zijn aan Iran en Portugal. En dat we minimaal tweede zouden worden. En iedereen geloofde mij ook. Want die kwamen ook wel het feit en argumenten. En nou, ik moet ook zeggen, kijk, als we gewoon eerlijk zijn... We waren ook beter. Ja. Een voor spelen en één... Wie was het nog meer? Eyyub El-Kaabi moest spelen. Ja. En je zag het, hè? Een serie die kreeg 5 minuten de kans. En wat deed hij, Hamza? Nee, maar ik had liever een serie als Smith. Zoals... Als boorddozer. Ja, daar ben ik ook mee eens, hè. Maar blijkbaar was Nassiri niet overtuigend genoeg, maar ik had het sowieso eerder met Nassiri gedaan, inderdaad. Zeker. Ja, sterker nog, jij zegt niet overtuigend genoeg. Nassiri was niet eens opgeroepen. Definitieve selectie was geen plek voor een serie. Dus met andere woorden, kijk, als je het aan mij vraagt, als je verliest van Iran, dan heb je gewoon gefaald als bondscoach trainer, klaar. Klopt. Ja, ja. Daar ben ik ook mee eens. Het is wel weer typisch de manier waarop, hè? Ja. De manier waarop het ook, is echt wel Marokkaans. We hadden het er laatst nog over, Nordin. Als jij, zeg maar, in aanleiding naar het WK toe, hè, dus zeg maar de 3-2 jaar, zeg maar, dat je daar naartoe werkt, en als je dan ziet van, oké, we hebben een scoringsprobleem. Dus we hebben moeite met scoren. En als je daar niet op gaat werken, ja, dan loop je tegen Iran, tegen nederlaag aan. Ik had zoveel moeite met Bottie in die tijd, hè? Ik ook, wallah. En iedere keer dat hij een doelpunt maakte, dacht ik van, shit. Waarom jij, weet je wel? 5 wedstrijden krediet. En die hat-trick ook, jongen. Toen werd ik helemaal gek toen die hat-trick maakte. Ik denk, nee, toch gaat toch niet zo... Dat is toch ook iets... Dat is Larabi-leid. Die is gewoon nog trager, nog minder rendabel, nog ouder. Ja. Ik vind dat ook. Oh, jongen, ja, man. Maar daar hebben ze... Voilà, daar heeft de trainer, vind ik, gewoon echt in gefaald, man. Ja, klopt. Hij moest Youssef Larabi oproepen. Blasten, Boetoets of Boteje. Ja. Maar ja, Larabi speelde toen wel in... Je had het net over een serie. Hij is gewoon wel opgeroepen. Kiefer is niet opgeroepen. Hij zat niet in de definitieve selectie. Maar hij heeft uiteindelijk toch nog gescoord tegen Spanje. Ja, dat zeg ik net. Nee, hij is toen... dat vond ik ook wel zien. Badr Benoun stond in de definitieve selectie. Ja, klopt. Toen heeft hij, toen hij die lijst echt moest insturen, van wacht even, geef ze terug. Hey, Dali, want toen zag hij waarschijnlijk ook dat die spits die hij daar had. Weet je wat, toen dacht hij van, ik heb er nog eentje van 2 jaar geleden.
laat ik het toch maar proberen. Maar ik moet zeggen, voor die tijd speelde Youssef El-Serri vaak ook linksbuiten bij Marokko, hè? Ja, ja, altijd, vaak. Ja, en ik denk dat hij vanaf dat moment, dat hij gewoon een kansje in de spits kreeg. Ja. En toen werd het wat. Ja, nee, linksbuiten dus, was helemaal verschrikkelijk. Nee, dat is ook niet veel. Nee, niet om aan te zien, inderdaad. En dan gaan we naar de laatste. Het meest opmerkelijke voetbalmoment uit 2020, Hamza. Ja, had? Ja. Ja, de dood van Diego Armando Maradona. Heeft je dat nog gegrepen? Ja, man, dat is echt een van de weinige keren dat ik zeg maar met een. Met een koffar eigenlijk, laat ik het zomaar zeggen, dat ik echt zoiets had van. Shit, man, die heeft mij wel geraakt, man. Voilà. Op de een of andere manier. Kijk, natuurlijk. Kijk, het was een. Maar hey, dat was alsof een stukje van mijn jeugd. Gewoon, ja, nu... Stierf. Ja, gewoon een stukje voetbal. Voor mij is stierf een stukje voetbal gewoon. Want voor mij was Maradona was voetbal. Als je naar Maradona keek, dan zag je voetbal voor je. Dan, snap je? Dan zag je alles wat de voetbal moet hebben, dat zag je dan voor je. En dat was... sorry dat ik even zo moet zeggen, maar dat een Argentijn mij gewoon... Alsof echt een bekende was overleden. Noorden, je bent 20, dus je bent een stuk jonger. Maar heb jij Maradona nog meegemaakt? Zeker weten, ja, ja, ja. Voor mij absoluut onbetwist de allerbeste speler aller tijden. Dus, er komt niemand dichterbij. Geen Messi niet, geen Pelé niet, geen Cruyff niet. Geen George Best niet, helemaal niks. Maradona staat op eenzame hoogte. Er overleed iemand in mijn omgeving op die dag. Oh. Dezelfde dag aan corona. Voor de mensen die zeggen dat corona niet bestaat. Man van 57, Larmo. En dat was dezelfde als Maradona. Dus het was voor mij een heel raar, surreal moment. Dat ik dacht van ja, weet je, Maradona nu, maar ook die man. Dus het was voor mij ook echt een dag om goud te vergeten, zeg maar. Dat gezegd hebbende, Maradona, die heeft zoveel aan het voetbal gegeven. En als ik ook zie de manier, de passie waarop Argentijnen over hem spreken... En mensen in Napoli. Want je dacht toch niet dat er ook maar één Argentijn was die zei dat Messi beter is. Hè? Of die denkt, of die dat voelt. Of die denkt, als dat hier denkt, van je bent net gek. Ja. Want El Diego was gewoon, voor hun, dat was gewoon alles. Dat was, die gaf hun zoveel vreugde, die heeft hun zoveel gegeven. En als jij jouw land wereldkampioen kan maken... Dan ben je voor mij de beste. Ja. Dries, had jij nog eens met Maradona? Ja, ik heb hem, ik zeg je eerlijk, ik heb hem niet gezien. Ik heb alleen YouTube-beelden teruggezien en hoe die trainer was en dat hij de WK heeft gewonnen. Messi heeft dat er niet gedaan, dus. Maar ik vind het wel heel erg. Ik zag foto's op internet en zo dat iemand overleden is in Argentinië. Dat mensen zijn kist open doen. Ja. Met hem op de foto gaan en zo. Dat is echt, echt heel, heel erg. Maar ik snap het wel. Ja, maar nee, maar ik zag foto's dat mensen gewoon... Ja, maar dat zegt ook wel iets over deze tijd, hè. Het feit dat iemand de behoefte heeft om met een lijk op de foto te gaan. Precies. Dat is wel iets over deze tijd. Ja. Ziek. Ziek. Kijk, ziek. Vanuit zijn... hij ging er ook lachend mee op de foto. Ja, precies. Ja, maar dat is deze tijd genoeg. Dat is deze tijd genoeg. Ja, dan ben je echt ziek, joh. Dan ben je echt... Lijken willen ze vastleggen. Ja, tuitend. Kijk, je kan het ook anders vertalen. Misschien als hij dat niet lachend deed. Dat nee, gewoon eervol. Van, weet je wel. Ja, precies. Maar hij zat gewoon te lachen. Gewoon uit te lachen. Ja. Kijk hier. Het schijnt dus dat die drie dagen later zijn ze teruggevonden. Hè? Dus twee van hun zijn dood. Ja, dat zeggen ze. Maar volgens mij is het niet bevestigd. Ik heb het wel gehoord. Ja, die vandaan zei, ja, dat wordt in ieder geval gezegd. Gerucht gaat rond. Dat is ook iets dat ik ook hoor. Dus, ja, die maar mooi. Maradona was voetbal. Een van de weinige, zeg maar, nog echte voetballers met echt karakter, met een echte persoonlijkheid. Is mooi, ja. Er is niks gespeeld aan, snap je? En hij had personality. Ja, hij was leuk, hij was grappig. Had zijn eigen maniertjes. Hij ging op een bepaalde manier om. Ik heb hem ook in die beelden gezien dat hij met de Marokkaanse team in Leijon ging spelen. Coachen, tactisch bespreken. Coachen, dansjes, hartstikke leuk. Maar misschien het allermooiste vond ik nog wel, dat hij alleen maar Spaans sprak. Hmm.
Ja, misschien Italiaans na een tijdje, maar voornamelijk Spaans alleen. Maar toch ja, dat hij iedereen goed kon vinden. En, maar weet je wat, maar zodra hij een bal, dan praatte hij met iedereen. Dus als ja, zijn vader een bal in de buurt... Kijk, hij moest gewoon wat met de bal doen. Maakt niet anders. Hè, de laatste paar jaar was hij helemaal geblokkeerd. Was hij echt helemaal afgetakeld, zeg maar. Maar hij moest gewoon, wanneer er een bal in de buurt was, dan moet hij gewoon... En dat is dat kinderlijke wat je, zeg maar, in hem terugziet. Hè, als je naar hem keek, dan is het alsof je zelf, zeg maar, terugziet. Dat je naar buiten gaat en die bal gaat pakken en gewoon plezier hebt. Hij straalde zoveel plezier uit de gooie Nordin. En ja, plezier, dat, ja, het was... Wallah, hij was letterlijk gewoon één met de bal, gewoon. Snap je? Ja. En dat is voetbal. Begrijp je gewoon waar het eigenlijk allemaal om draait? En dat is gewoon plezier hebben. Gewoon, wat kan ik met die bal doen? Begrijp je? Kijk, en om toch weer even een kritische noot slash wijze lessen aan vooral het eind van zijn leven te verbinden. Wat ik vooral heb gezien bij hem is dat hij eigenlijk gedurende zijn hele carrière altijd omringd was door mensen die niet het beste met hem voor hadden, maar wel het beste met zichzelf voor hadden. Ja. Ga er maar aan staan. Ja, maar uiteindelijk zie je dat zo'n iemand wel in de goot terechtkomt. Of hoe je het wil zien. Tuurlijk. Hij was wel de weg kwijt. De weg kwijt. Een half jaar geleden dook er een video op dat hij zijn broek uitdeed en iemand hem aan het filmen was. Ik denk, dat is wel gewoon de allerbeste voor alle tijden. Een beetje respect. En dat is wel een les ook voor de spelers nu die heel goed zijn. En of die denken dat ze heel goed zijn, want heel goed was Maradona. Maar die goed zijn en denken dat ze heel goed zijn. Die zich ook gaan verzamelen met mensen om zich heen. En op een voetstuk worden geplaatst. Die er ook in gaan geloven. Ja. Hè? Dus dat is wel een hele wijze les van luister. Van al die talentvolle jongens die hier naar gaan kijken. Of die misschien straks echt naar een topclub gaan. Of daar nu al zijn. Weet je, omring jezelf wel met mensen waarvan je zeker weet die het best voor je willen. En denk En daarnaast ook Nordin, dat hij gewoon het voetballen zo leuk vond. Begrijp je? Het maakte hem niet uit waar hij was. Hij had er zoveel plezier aan, zeg maar, het voetballen. Begrijp je? Dus het was puur speler. Al was hij, zeg maar, in privé helemaal naar de kloten. Hij moest en zou gaan voetballen de dag daarna. En hij zou en moest gewoon fit. Dus hij had de hele weekend had hij zich vol lopen snuiven. Maar dan ging hij diezelfde ochtend, wilde hij zichzelf weer gewoon gaan fit trainen, begrijp je? Ja, precies. Dus hij wilde gewoon presteren en dat vond ik mooi. Hij wilde op het allerhoogste niveau, wilde hij ook blijven presteren. Het is niet een speler die op een gegeven moment lui werd of zoiets had van ik ben klaar met het voetballen. Letterlijk tot aan zijn dood gewoon. Hè? Of dan moest het wel wat, hij moest op het veld staan en dat is... Het is wel extra pijnlijk dat hij onder deze omstandigheden dood is gegaan. En dat hij ook daarvoor al een paar keer met hartproblemen in het ziekenhuis. Slechte leefstijl. Weet je wat ik extra jammer vind, Nordin? Dat hij, zeg maar, precies in de coronatijd eigenlijk. Dus eigenlijk letterlijk gewoon wanneer het voetbal eigenlijk nu een beetje dood is. Is Maradona ook dood. Ja. Dus dat zegt ook wel, dat is ook wel iets ironisch, zeg maar. Ja. Het romantische van Maradona. Maar ik had hem zo erg. Ja. Maar een uitvaart, niet eens een uitvaart, laat ik het zo zeggen, een afscheid in die Bombonera, hè, Boca Juniors stadion. Ja. Ik had dat stadion wel eens gewild willen zien, zeg maar. En dan, dat ze dan een ode. Ja, niet eens een ode. Eerbetoon. Juist, eerbetoon aan Maradona. Ik denk dat die stadion, dat die was gecrashed. Want bij zijn afscheidswedstrijd, als je die even gaat terugkijken. Ik heb die live gekeken, die was toen op RTL 7 volgens mij. Met Wilfred Gené volgens mij als commentator. Maar dan kun je nog een stukje zien op YouTube. Ah, wallah, jongens. Dat afscheid was niet meer normaal, Goya. Het geluid wat daaruit kwam. En Goya, die mensen huilen. Jongens, meisjes, gewoon vrouwen, kinderen, opa's. Die gewoon aan het janken waren. Omdat hij, zeg maar, ging stoppen. En dat geluid wat eruit kwam. Wallah. En dat wat Maradona heeft gedaan. Over 5 jaar doet Jus van Seredat. Nou, dat is een mooi bruggetje naar Dries. Jouw meest opmerkelijke moment? Dat was wel, ik had er twee, maar dat was wel Sevilla, Europa League, Youssef Nasseri en Bounou. Dat ze de Europa League winnen. En Berken, had ik ook erbij, dat Berken de Europa League in de geschiedenis, dat hebben ze nooit gedaan, dat ze die hebben gewonnen in 2020. Ja, dat is ook wel een dingetje, hè? Precies. Noren, jouw moment? Sparta linkerrijtje, hè?
Je hebt jou gehad, heb je nog een ander moment? Dan moet ik heel snel even een momentje op gaan zoeken. Nee, ik heb geen ander moment. Ja, noem eens wat jongens, we vergeten iets. Mag ik misschien één ding zeggen? Mohamed Aboron, die moeten we ook niet vergeten. 31 jaar. En dat, ja. Die zit ook nog steeds in mijn hart. Ik denk er elke dag aan. 31 jaar overleden met kanker. Dat is echt heel erg. Allah rahmu fadandar. Ik denk dat qua echt puur voetbal moment, die 6-0 van Spanje tegen Duitsland. En dat ik echt keek en dan was er een speler, Fabian volgens mij, nummer 15. Speelt bij Napoli. Ik denk, ja. Dat is niet normaal. Ik zo'n middenvelder als je die hebt bij Marokko. Die wedstrijd vond ik wel echt gewoon een klasseverschil. Zij speelden met Duitsland alsof Duitsland niks was. Dus dat vond ik echt wel mooi. Ja, en qua Marokko, hebben wij hele bijzondere interlandse gespeeld dit jaar? Nee, hè? Nee, dus nee, er is wat dat betreft wel een beetje coronajaren verstopt. Ja. Jongens, het is nog een paar dagen dan 2021. We zijn bijna tot het einde gekomen. Maar toch wil ik nog even vooruitblikken. Als je één ding mag waar je op hoopt voor 2021. Of dat nou met betrekking tot de speler of het nationale team. Waar hoop je echt op? Hamza, begin bij jou. Ik hoop dat Nesiri zich ontwikkelen tot topspits. Ja, dat sluit ik me bij aan. Dries? Ik hoop het. Bij mij is het dat ook. Dat Nasiri, ik zeg het nu, live op Mokro Inside. Ik ga het nu zeggen, Nasiri, dit seizoen gaat hij er 15 maken. Hoeveel heeft hij er nu in de competitie? 4. Oeh, moet hij nog 11? 15 doelpunten, Nasiri. Oké, okay. Als hij dat niet haalt, wat is dan de consequentie? Want ik hou wel van de consequenties. Oh, dat mogen jullie zelf beslissen. Ik ben bang dat dit niet gaat redden bij Sevilla. Niet gaat redden. Mooi, maar af en toe, ik weet iets. Als hij het wel redt, Cedric, en je betaalt jij eventjes voor 4, haalt hij het wel, Hamza betaalt hij eventjes voor 4. Is het ervan? Ik ga het sowieso doen. Nee, dan maar gewoon. Wel, heb je het gehoord? Is afgesproken. Wachten we wel even op meneer Rutte tot wanneer het mag. Wij mogen altijd toch? Nordin, we hadden toch een. Ik heb zoveel moeite gedaan om een elftaltje van de week te doen, maar. Ja, die heb ik. Die heb ik geskipt. Die heb ik geskipt omdat. Je hebt ook een andere van mij geskipt net, hè? Want zij mochten net kiezen meest. Ik zag het, dat stond op. Ik zag het later pas. Ja, de meest overschatte voetballer. En jouw type de meest overschatte Marokkaanse voetballer. Ja, jouw woorden? Mijn antwoord was: die moet nog geboren worden. Ja, maar daar zit wel een kleine kern van waarheid in. Weet je waarom? Klopt. Als een speler in Nederland het gaat maken, als profvoetballer, Marokkaanse speler, geloof mij hè, dan is hij echt al 3 keer beter dan zijn leeftijdsgenoten. Minimaal. Ja, nee, anders gaat hij die kans echt niet krijgen. Nee. Het is echt dat je denkt, van, het is gewoon maar dat ik deze weg ga sturen uit de jeugdopleiding, dat die dampers denken van oké, nou ja, weet je wat. En je hebt nooit van die gemiddelde Marokkaanse voetballers. Nee. Er zijn altijd van die hele talentvolle gasten. En als ze het niet halen, dan ligt het vaak aan de mentaliteit. Want als een Marokkaanse jongen gemiddeld is, gemiddeld getalenteerd, dan wordt hij ineens prof. Ja, dus die, dat was mijn antwoord. Maar mooi, alsnog nu. Zo niet, maar naar voren gekomen. En wat was de laatste? Wat gingen we nu doen? Klaar. Ik had jullie nog een vraag gesteld, maar ik heb besloten om die niet mee te nemen, want dat kost me te veel tijd in de montage. Maar ik wil even die. Ik heb die van Hamza wel gehad. Dat is wel schattig hoe je. Zie je het? Nee, hij is helemaal wit. Ja? Nee, jammer. Nee, we zien geen tekst. Nee. Nee, zie je niet. Nee. Dus, ik weet niet hoe je dit hebt gedaan. Hoe heb je dit gestaan eigenlijk? Het is gewoon zeg maar een notitieboek, maar dan gewoon geschreven, zeg maar. Oké. Okay. Handgeschreven. Nou, ik zal even. Bono in de goal. Ik vroeg naar de beste opstelling. Van Marokko? Nee, de beste opstelling alle tijden. Althans, op dit moment. Van 2020 toch? Sorry, ja, dat bedoel ik, van dit moment 2020. Oh. Okay, en, dan moesten er 3 Marokkanen. Minimaal. Minimaal. Ja, minimaal. Je had Bono in de goal, centraal achterin Van Dijk en Ramos, rechtsback Mazraoui, linksback Davis. Had je op middenveld Hakimi op rechts, Thiago centraal. Ik kon niet goed. Banega op links? Ja, man. Banega op links. En dan had je Messi en Ziyech en in de spits Lewandowski. Ja, ik heb.
Ik had als, ja, wat je zegt, Van Dijk en Ramos als centrale duo. Mazraoui, omdat het een Marokkaan is. Normaal gesproken had ik daar Jesus Navas neergezet. Maar nu dan even, hè, omdat het dan gewoon is toch een lieveling voor mij. Thiago in het centrum, Banega op links en Ziyech inderdaad. En Lewandowski en Messi voorin. Ja, mis 18 plus. Het is 18 plus 11 al, jongens. Het is gewoon, mis jij iets, Norin? Mis jij iemand? Ja, ik had een andere opstelling, hè. Heb je die gestuurd dan? Die heb ik veel. Ja, ik kan hem een keer uit mijn hoofd. Wacht, ja, zeg maar. Ja, Okoye op goal. Rechtsback Dirk Abels. Oh ja. Centraal achterin. Centraal achterin had ik Heilen en Vriend. Maar linksback, geen Tito. Beugelsdijk. En wacht, geen Beugelsdijk. Sorry. Dus rechtsback Abels. Dan Heile Beugelsdijk. Linksback Pinto. Dan had ik op het middenveld Haroui, Aouassar en Diroy Duarte. Dan ik voorin, doe maar Lennart in Jesus. Hey jongens, mijn elftal kun je niet overtreffen, jongens. Kun je wel met je Sparta weer gaan. Je kan wel zeggen Messi, maar ik dacht Jesus is echt wel beter. Dries, heb jij hem nog voor jezelf? Of? Ja, ik had Courtois, Hakimi als rechtsback. Ramos van Dijk en... als linksback had ik Argentinië. Hoe heet die Spanjaard? Van Jordi Alba. Alba. Nee, van City. Azpilicueta. Nee, van City is hij naar Duitsland gegaan. Hoe heet je? Oh, Angelino. Juist, precies. Ik had Amrabat, Modric, Ziyech, Mané, Ronaldo en onze grote Poolse spits. Lewandowski. Juist. We spelen veel FIFA uit Drerië. Nou, ik mis... Ja, ik mis toch Kevin de Bruyne. Ik zou eerder Kevin de Bruyne dan Thiago opstellen, eerlijk gezegd. Nee, man, Thiago is... maar ik denk even aan 2020, hè. Mis Cristiano Ronaldo. Die mis ik ook. Ja, die heb ik wel, hoor. Ronaldo, hier, hoor. Ja. Cristiano Ronaldo. Ja. Hey, jongens, maar jullie spelen... Je moet gewoon wel drie Marokkaanse namen opnoemen, hè. Ja, Ziyech sowieso, Bono sowieso is een goeie. En Hakimi. Aouassar, Haroui, Jesus. Hakimi, Amrabat, Ziyech. Drie, ook. Amrabat was goed trouwens tegen Juventus, hè? Ja. Maar wat was nou die laatste, Noordin? Wat de laatste vraag van daarnet? Wat was dat nou? Meest opmerkelijke van dit seizoen. Wat ging ik daarna doen? Nog iets anders toch gedaan? Waarom is het met iets bezig of niet? Na Maradona. Nee? Nee. Ik dacht dat ze waren geweest en ik moest nog, maar... Wat? Ik weet niet meer, waar hadden we het over? Ik ben het ook snel kwijt. Geen zagen. Waarom aan het bespreken? Doe je dat je nog een vraag mist of wat? Ja, nou ja, we waren iets aan het bespreken met z'n drieën. Na die vraag van Maradona, of na het onderwerp van Maradona. Maradona was zeg maar het meest onmerkelijke van dit jaar. En, ja? Ja, dat ja was... daarna is er niks meer gekomen, hoor. Nee? Sparta heeft je helemaal dish gemaakt. Ja, Sparta maakt jou dizzy met... Sparta love, jongen. Ja, met team, vriend. Zeg, jongens. Ja, ik reed jouw broertje huis, hè? Ja, dit is jouw groot recht gooien. Rotterdam-West is jouw buurt, joh. Ja, maar het is toch raar dat je dan van Feyenoord bent, dat zie ik vandaag. Natuurlijk, ja, tuurlijk. Ben je toch net gek? Ik kijk liever naar Sparta als dat ik naar Feyenoord kijk. Waar hamlo alidin. Zeer en ordin. Jongens, winst op. We zien nog Chelsea morgen Arsenal helaas zonder zie. Ik weet het al waar we het over hadden. De wensen voor 2021. Zei jij dat een serie... Jij was er mee eens. Je zei, ja, ik ga mee. Dus ja, je hoopt alle drie op de serie. Nee, wat ik wou nog zeggen, ik hoop dat we ons kwalificeren voor het WK. Ja, ik ook. Dat is sowieso, dat is ook belangrijk. Of een hele grote stap zetten in 2021. Ja. Daar was ik vastgelopen, error. Ja. Als een serie op een gegeven moment helemaal aan is, dan gaan we naar het WK. Oh, zou wel mooi zijn, toch? De kans is groot dat we gaan, want we hebben echt een goed team. Ja, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat er weer supporters bij mogen zijn. Dat is ook belangrijk. Maar dat is niet alleen voor... Dat is voor wel van veel clubs ook belangrijk, hoor. Maar ook voor... ook voor het Marokkaanse elftal. Alhoewel Marokko thuis, qua beleving... Ja, nu, als ze in Casablanca spelen, oké. Maar als ze in Marokko spelen of Agadir, is beleving bijna 0,0 van Marokkaanse elftal. Ja, wat ik helemaal erg vond, is dat die gast in Agadir ging een vijf van Fajr uitfluiten toen. Ja. Dat vond ik echt zo kloten. Want ja, dat is natuurlijk ook weer... Die zijn allemaal voor die, voor die snitch, voor alhamdulillah. Ja. Ja, denk ik van, vind ik gewoon niet netjes van hun.
Nee, kijk, het is in ieder geval goed dat ze nu vertellen in Rabat of men moet het veld wel goed zijn voor Casablanca spelen. Casablanca is een stadion hoor. Ja, dat zijn topstadions en als iedereen komt. Helemaal als Louis de Raza ziet potten komen. Ja, maar die komen niet, want die hebben niks van Marokko. Dat is heel het probleem. Ja, dat is het probleem. Dat is heel het probleem. Ik bedoel, maar daar hebben ze vorige keer over gehad. Waarom is dat? Ja, omdat ze herkennen zich niet in dat team. Nee, klopt. Nee, daarom. Ja, als ze meer Marokkaans zouden spreken en een beetje de moeite doen. Waarom is Amrabat zo fucking populair in Marokko? Twee dingen. Werklust, ethiek, bikkelen, niet bang, sterk, leeuw. En twee, Rifi praat helemaal geen Arabisch. 10 jaar later, 10 jaar Marokkaans elftal, probeert alles altijd lief, aardig lachen proberen. Zo word je gewoon een volksheld. Gewoon echt, weet je wel? En wat we ook zo beter moeten doen is, kijk, in Nederland zelf, die heeft één keer in zoveel tijd een fandag. Ze hebben één keer in zoveel tijd een open training, dat iedereen gewoon naar een training mag komen kijken. Ja. Bij Marokko is het gewoon echt helemaal afgesloten, weet je wat? Ja, maar ik ben wel vroeger, want in Marokko wonen wij vlakbij Marmora, dus trainingsaccommodatie van Marokkaans elftal. En ik ben vaak genoeg naar binnen gegaan, hè. Ik heb toen echt binnen gezeten met Boussoufa, met Tara, Ahmedi. Broertje kon ik nog meenemen naar binnen. Ik kon gewoon daar lekker chillen. Weet je, maar dan moest een van die gasten je naar binnen brengen. Nee, een van die spelers. Die moest dan zeggen van... Maar op diezelfde plek hebben we ook heel veel trainingen gezien van Olympisch elftal van Marokko. Marokko onder 20. Want dat was eigenlijk ook afgesloten. Maar ja, kom je met geel kenteken, dan zegt die gozer van, ga maar naar binnen, weet je wel zo. Ja. En dat was wel leuk om te zien altijd. Ja, dat klopt. Maar kijk, weet je, het is, ze hoeven ons niet te overtuigen. De Marokkanen in Europa zijn allemaal diehard Marokko-fan. Althans, de meeste. Ja. We moeten juist die Marokkanen in Marokko overtuigen dat Marokko ook van hun is. En dan moet je echt wat meer je best doen als het gaat om die binding. Spelers moeten dat doen, maar dan moet de bond ook doen. Toegankelijker maken. Weet je wel, verplichte fandagen, dat iedereen mag komen praten, noem maar op. Boks niet uit je hoofd leren. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn allemaal kleine dingetjes, waarin je de trots een beetje omhoog krijgt. Jongens, hebben jullie nog wat met te mededelen of zeggen we tot volgend jaar? Ja, om misschien een beetje erop aan te sluiten. Volgens mij is het wel het allerbelangrijkste voor een topsporter. En dat zie je nu wel heel vaak terug, dat... Achlak bepalend kan zijn voor een speler. Dus als jij een goede achlak hebt, dan zorgt dat voor mij echt de basis. En dus zoals wat je met Badr Hari laatst hebt gezien, en het komt allemaal uiteindelijk toch weer op een achlak naar. Dus je gedrag, ook buiten het veld, dat is super belangrijk. Dus bij ons schort het hem vaak aan die topsportmentaliteit, en dat heeft ook te maken met de achlak. Ik denk als we daarna gaan werken, dus gewoon ons goed gedragen buiten het veld, dat het dan wel goed komt. Dan maakt het niet uit of dat je wint of verliest. Begrijp je? Maar gewoon als die spelers zich gewoon voorbeeldig gaan gedragen, en dan maakt het mij niet uit of dat we verliezen of winnen. Dan komt het wel goed. Ja, en ik denk, we mogen ook een stukje trotser zijn op het feit dat we Marokkaans zijn. Ja, zeker. En wij hebben toch wel helaas... geldt niet voor iedereen. Ik durf ook niet te zeggen dat het voor de meerderheid geldt. Geldt wel voor een hele hoop mensen. Is dat wij, als het goed gaat, dan zijn we allemaal staan op de eerste rij. Allemaal top. Wanneer het iets minder gaat, dan geven we af op Marokko. Precies. Dat vind ik heel jammer. Want je hoeft het niet met alles eens te zijn. Valt die uit. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. Ja, sorry. Ja, je hoeft het niet met alles eens te zijn. Wacht even, geef één tel even. Ze weten toch dat je uitzending nog hebt, hè? Ja, ik zeg net tegen die gozer, niet bellen. Belt hij me gewoon weer, weet je wel? Ongelooflijk. Ja, want mijn FaceTime gaat ook op mijn... iPad. Dus excuses daarvoor. Kijk, wat ik zei over die trots of het gebrek daaraan of dat selectieve. Als het goed gaat, dan zijn we allemaal Marokkaans. Ja. Gaat het niet goed of gaat het wat minder goed of verliest Badr Hari, dan is het allemaal negatief. En dat is iets dat moeten we wel even uit ons systeem proberen te halen. Want je hoeft het niet met alles eens te zijn. Alleen, je hoeft niet op Marokko af te geven. Begrijp je?
Als het minder gaat, gaat het minder. Je kan ook niet altijd alles winnen, altijd positief zijn. Maar je bent en blijft wel Marokkaans. Vergeet dat niet. Houd het in je achterhoofd. En als jij Marokko aan het uitschelden bent, dan ben je eigenlijk jezelf aan het uitschelden. Dus dat is wel een tip die ik aan veel mensen wil geven. Denk wel na voordat je dingen zegt. Ja, jij zegt het minder, of misschien is het zelfs de meerderheid, hoor. Want het zijn sowieso allemaal succesfans. Of het nou een kickboxer is, maar ook Marokkaan zelf al. Ik weet nog periode dat het slecht ging, bijna niemand keek. En ja, het ging wel beter. Niet. En op een gegeven moment beter en iedereen gaat naar het WK toe. Die komende gasten willen ze met jou een quiz spelen. Ja, ik weet het wel. Ja, vriend, ik heb 20 jaar dat dingen lopen bestuderen. Gaat er geen quizje van mij winnen nu, begrijp je? Ik net gek. Succes supporters, heel savvy. Nee, dat is zonder gekheid. Je hebt wel een punt. En dat is ook iets, begrijp je? Wanneer het goed gaat, spring je op die boot. Ja. En wanneer het minder gaat, dan geef je het nog een trap na. Nee, maar... In goede tijden en slechte tijden, Dierman. Wacht, zolang onze trots, dus Marokkaanse, zolang Marokko wordt vertegenwoordigd, ook in slechte tijden blijven er altijd sowieso niet publiekelijk gaan afmaken. Dat al helemaal niet. Maar dat is wel wat gebeurt. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld... Je mag kritisch zijn, maar hou het gewoon op een nette manier. Inhoudelijk kritisch. En, Maar ja, inhoud, dat zegt je ook wel iets. Hè? Daar ontbreekt het vaak aan. Hè? Ja. Bij de mensen die dan kritisch zijn of wat dan ook. Ja, het is gewoon voor de bühne. Gewoon, ja, ik roepen, want dat is nu wat je moet doen. Ik moet roepen. Begrijp je? Ik wil afsluiten. Toch wil ik nog één punt maken. Want ik zie, het valt me nu eigenlijk pas op. De laatste 3 seconden. Ik zie jullie linker embleem. Bij Hamza Nordin. Heb je dit afgesproken? Nee, ik had een Sparta shirt aan, maar dat moest ik uitdoen. Nee, Paris, ja, ze hebben leuke spulletjes. Ja. Paris is leuke dingetjes. Wel zonder coach nu. Terecht of onterecht? Terecht. Ja, toch? Met dat spelersmateriaal. Ja, precies wat je zegt, ja. Maar als je die spelers hebt, moet je een stuk overtuigender zijn. Hij wordt elk jaar kampioen. Ja, maar dat is daar niet zo moeilijk. Maar Champions League heeft hij afgelopen jaar het finale gehaald. Ja, vind ik ook. Wat wil je nog meer? Je verliest van Bayern München. Ja, hoor. Dat was zo. Maar wacht even. Op welke manier hebben ze het finale gehaald? Volgens mij zijn ze ergens door het oog van de nacht. Ja, Atalanta. Ja, weet je wel. Atalanta. En dat is wel wat die Qataris willen zien. Die pompen er veel geld in. Die willen overtuigingen. Ik word moe van die Qatari. Waarom? Omdat ik het super asociaal vind dat jij... Ze hebben... De laatste jaren, ze hebben Ancelotti ontslagen. Ze hebben, die vond ik dan wel terecht, die Emery ontslagen, dat vond ik terecht. Tuchel nu ontslagen, ze hebben volgens mij nog een groot trainer ontslagen. Daarvoor al Leblanc. Maar het is, joh, weet je wordt kampioen in Frankrijk. Maar dat wil niet zeggen dat je kunt nu zoveel geld erin pompen. Je gaat niet zomaar even de Champions League winnen. Natuurlijk, begrijp ik wel. Alleen, ik ga er wel vanuit dat zij het wel op een overtuigendere manier willen zien. Maar kijk, je haalt nu de afgelopen jaar de finale en je bent kampioen. Finale is meer een incident, denk ik. Ja, maar, ze hebben 4 jaar lang op kwartfinale eruit geknikkerd, hè? Jawel, weet ik. Dat moet nu weer gebeuren. Klopt, maar nu is hij door. Maar maak het seizoen af. Hij staat in ieder geval gelijk, maar hij wordt heus wel kampioen weer. Kijk, dit doet mij denken aan NAC Breda dat Ernie Brands ontslaat. Terwijl Ernie Brands derde is geëindigd in de Eredivisie. Ja. Het is precies hetzelfde. Ja. Ik kan zeggen wat je wil, maar hij staat wel derde. Aan de andere kant, ja, vraag me niet hoe. Hè? Met horten stoten, koprollen, progeluk, weet je. Dus ja, ik weet het niet. Ik vind het een beetje moeilijk. Maar ik vind wel, ze willen nu Pochettino de kans geven. Ja, maar... Iemand halfweg het seizoen ontslaan is echt wel een groot risico. Ja. Wat hebben ze te verliezen, Hamza? Maar wat heb je te winnen? Pochettino is geen goud, weet je wel. Al in Marino. Ja, maar is wel een oud speler vandaar. Ja, maar kijk. Competitie is nu, of in ieder geval als de Franse competitie. Maar is wel speelt tegen Barcelona in de achtste finale. Klopt. Het is gewoon 50-50. Is gewoon 50-50. Dus dan haal je Pochettino. En dan word je uitschakeld. En dan? Misschien hebben zij het gevoel van met Tuchel word je sowieso uitgeschakeld. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, ik heb een beetje het gevoel van... Het is steeds maar denken. En volgens mij die gasten uit Qatar denken dat. Dat geld alles kan kopen. Geld kun je niet alles kopen. Want waarom? Bakker speelt daar basisplaats. Is basisspeler. Mm. Bakker. Ik bedoel, was niet goed genoeg voor Ajax. Speelt een jong Oranje. Als jij zegt dat jij de grootheid bent, dan moet je daar een wereldlinksback op zetten. Ja.
Maar het probleem is dus misschien de verdeling van het geld. Je kan 6 hele goede spelers kopen voor 60 miljoen. Of je kan 1 keer Neymar kopen, bij wijze van spreken. Maar en Neymar en Paris, dat is nooit een gelukkig huwelijk geweest. Nee, die is nou weer geblesseerd. Die is elk jaar geblesseerd rond de winter. Gaat hij naar zijn... Naar zijn zus die jarig is. Ja, precies. Ja, klopt, precies. Dus, ja. Nee, maar, ja, dus dat is ook weer iets. Ik vind geen sympathieke club. Ik gun ze ook niks. En dat komt echt door die Gleyfi. En de Gleyfi, ja. Ik kom begrijpen hem gewoon niet. Ik vind hem... Ja, maar nu begin je een beetje op Willem Vissers te letten. Nee. Ik zal ook vertellen waarom. Kun je nu nog dat beeld herinneren? Want Dinges heeft er ook gevoetbald, hè? Onze Tunesische Fransman. Hoe heet je ook weer? Die mooie voetbal die bij Lyon speelde. Ben Arfa. Ja. Weet je nog toen hij de beker won, Ben Arfa? Nee, weet ik niet meer. Wat had je gedaan dan? Vorig jaar won hij met Nice, of 2 jaar geleden, won hij met Nice de beker van Paris Saint-Germain in de finale. En Ben Arfa is daar met een soort van ruzie weggegaan. Ik weet niet waarom. Ja. Maar je zag gewoon... Nou, want die dingen, die moesten medailles... Kleving. Dus, maar hij negeerde hem. Dus Ben Arfa ging toen echt overdreven van... weet je, zo van... je elkaar gewoon handschudden, dat doe niet, hè, weet je, niks aan de hand. Maar gewoon zo die trots, weet je, als die trots van... Ik weet er nog wel eentje, joh. Steven, dat je 1 speler mocht kiezen, die wel Arabier is, maar geen Marokkaan. Benzema. Die wel voor Marokko had gelegd. Benzema. Ja, Zinedine Zidane. Ja, maar... Oh, nee, ah, dan ben, ja, tuurlijk. Maar Zidane sowieso. Maar anders Zidane. Dus Zidane of Benzema? Ja, ik ook, daar ben ik ook mee eens. Zidane, dat loog je altijd goed tegen Nederlandse vriendjes en zo, hè? Van die, hij is Marokkaan. Dat gaat daar, hè? Die hadden mij zware patent op, jongen, Zidane. Ja, nee, maar Ben Arfa, jongens, die komt wel. Ben Arfa was een wereld voor, hoor. Maar Benzema in de spits. Die maakt jou gewoon Afrikaans kampioen. En die zorgt ervoor dat je kwartfinale WK had naar Marokko. Kijk, Nordin. Kijk, dat zijn nou spitsen. Ja, maar ja, ik praat nu over de top 3 beste spits van de wereld. Dat is, ja, op dit moment. Benzema is echt... Benzema, Ronaldo, Lewandowski, als ik ze even uit mijn hoofd. Weet je? Hij, dat is... Begrijp je? Hij is nooit hoog, hè, in die FIFA-wereldranglijstjes, hè? Maar heeft hij nu iets gewonnen dit jaar, toch? Benzema, ja? Wat weet ik? Spelen van het jaar, volgens mij. Spanje. Oh, in Spanje, ja, oké. Ja, denk het wel. Kijk, als je zo lang bij Real Madrid kan overleven, dan zegt dat wel genoeg over Spanje. Hij is gewoon een topper. Ja. Ja, tuurlijk, joh. Hij kan alles, begrijp je? Hij kan echt alles, ja. Echt. Ja, maar je moet niet verwachten dat een serie... Die is niet bij Olympique Lyon opgeleid, hè? Nee, maar ik bedoel gewoon een schijn daarvan. Gewoon iets. Ja, een serie is wel opgeleid bij FC Bessara. Dus en zo. Dat is wel altijd verschil, hè? Begrijp je? Ah ja, klopt. Ja, kom op. Weet je, Hamza. Hey, ja, over Lamas. Lamas. Lamas om Drassa. Mohamed Sey zegt dat hij Lamas om Drassa. Jullie doen echt alsof Marokko de Rimboe is. Daar ben ik niet mee eens, hoor. Mas speelde volgens mij op een Harna in Houet, toch? Waar Kodem nu speelt, Meknes. In wat? Waar over? In Houet, derde divisie van Marokko. Mas speelt nu gewoon de Eredivisie. Gewoon, ja, nu. Maar op een Harna waren ze naar de derde. Ja, maar ja, iedere club... Ja, ook een club heeft dat. In Marokko gaat dat heel snel, hè? Dan kun je gewoon in één keer de derde divisie van spelen. Marokko is het Marokkaanse voetbal is sowieso... Meknes komt nooit meer terug nu, hè, Meknes? Jongens, Meknes komt terug. Zodra ik geld heb, ga ik pompen in de club. Kodim en zo. Kodim, hij is er. Hey, Kipers, hey. Glorie tijden van Marokkaanse voetbalcompetitie sowieso al lang voorbij. Rab Bekri, had je echt gewoon een topcompetitie, hè, vroeger? Had je echt een topcompetitie? En dan kwamen, wat we al over hadden, dan kwamen gewoon echt... topspelers vanuit de Marokkaanse divisies, ze gingen gewoon richting buitenland. Nu is het andersom. Nu komen ze allemaal uit Europa, maar toen gingen er massaal jongens vanuit Marokko gingen. Maar we hebben nog steeds een topcompetitie in Afrika. Dus als je kijkt naar Ekker die het bij de kern halen, halve finale van de zeg maar zo. Ja, maar dat ligt meer aan het niveau van heel Afrika en de Champions League. Dat is, En weet je wat ik niet begrijp? Dat toernooitje nu, of tenminste kwalificatietoernooi wat in Tunesië met Marokko. Die gozer van Mohamed is het er steeds bij, die voorzitter. Ja, klopt. Hij zit binnen te scouten. Hij zit mensen te scouten daar, een tarentje of zo. Wat is dat nou? Dat is toch ook gek? Ja, dat hoort je ook weer? Hichem Eitmennam. Ja, Hichem Eitmennam, precies. Is hij, van wie is hij de voorzitter?
De club die hier gepromoveerd is, toch? Ja. Ja, klopt. De club, ja, tuurlijk. Die is gewoon aan het scouten. Ja, maar weet je wat? Dat is, Halli kijkt nu naar Oranje onder 70. Dat is ja. Oranje onder 20. En Max Huibers loopt daar de hele dag. Bijvoorbeeld. Of, ja, dat is gek. Hij is gek. Hij heeft geld, hè. Of Riemer van der Velde. Ja. Schrijf je? Zo. Contract. Kan toch niet? Met geld, met zak geld van komen jullie allemaal hier naartoe. Oh, je speelt nu in Frankrijk. Ah, je laat. Want hij heeft ook die jongen uit Portugal teruggehaald, hè? Ja, ja. Ja, klopt. Heel veel. Portugal, Spanje. Ja. Hebben ze, ik heb ze, wat hebben ze gedaan in de competitie? Ja, ze doen het recht. Aardig. Subtop, toch? Ja, derde, vierde. Ja, ze doen het goed. Ja. Ik denk wel dat ze dit jaar gaan worden. Niet kampioen, maar ze hebben wel best een goede set. Ja, voor een promovend dus. Doen ze het goed. Dan doe je het heel goed. Au. De mas ook. De mas ook. Als we het hebben over Mohamedia, kijk even, ik bedoel, we missen natuurlijk voetbal, weinig voetbal. Als ik kijk naar mijn livescore, dan morgen hebben we de Botola en Premier League. Ja, mooie wedstrijd. En de Turkse Super League, dus je kunt kiezen. Maar, als we dan toch naar de Botola gaan kijken, om 5:30, Raja Casablanca tegen Shabab Mohamedia. Heb je meteen en Louis Dettfes tegen Mas. Ja, klopt. Mas thuis tegen Louis Dettfes. Ook wel leuk, want waarschijnlijk... Maar hoezo Louis Dettfes tegen Louis Dettfes Casablanca bedoel je? Ja, Louis Dettfes Casablanca. Oh, ik dacht Louis Dettfes. Nee, Louis Dettfes, dat is de Mas. Je hebt Le Waf en je hebt Louis Dettfes. Ja, maar Louis Dettfes zit ook in de tweede divisie nu. Ja, klopt. Nee, Louis Dettfes speelt volgens mij derde divisie. Derde zelfs? Nee, wacht even, sorry. Smeg je. Tweede, toch? Le Mas, Louis Dettfes speelt Botona. Ja? En je hebt ook nog Le Waf. En Le Waf speelt derde divisie voor Marokko, volgens mij. Je loopt nou het kloten, Hamza. Luister, je hebt twee ploegen. Je hebt Le Mas. Dat is Louis Dettfes, een goeie notie. Jij hebt zelf, nee, zelden. Nee, Masfes is toch niet Louis Dettfes? Ja, sahabi. Het is een Maghrebi versie, ja, sahabi. Ja, maar Maghrebi versie, ja, dat is Mas. Hier, Louis Dettfes. Hier, Louis Dettfes. Vind je, dat is gewoon een club van... Nee, jongen. Le Masfes is Le Mas. Maghreb, Maghrebi versie, Mas. En Louis Waf, dat is Louis Dettfes. Nee. Hij loopt nou te vloeien. Nee, Google? Nee, Le Waf. We did the fest built in Botola 2. We did the fest. Ja. Ja, toch? Ja. Dat is wat ik erbij te leggen. Almas? Chairman Abderzak Sibti. Ontstaan in 48, speelde tweede divisie nu. Oké, waar staat Le Waf voor dan? Nou, jongens, Almas speelt Botola. Ja, Almas speelt Botola, dat klopt. Almas speelt Botola. Kijk, Waf, we did the fest. Dat zijn ze toch? De tweede divisie. En die speelt... ja, kijk, Waf, We Dead Athletic Fest, Waf. Die speelt Botola 2. Ja. En Mas, Maghreb Fest. Mas speelt in de Botola. Ja, dat gaat beginnen. We hebben de Waf en de Mas. Dat is wat ik weet. Ja, voilà. En even die... En Le Mas speelt morgen tegen We Dead. Ja. We Dead Casablanca. Ja, We Dead Casablanca, juist. En Waf, als we Waf hebben, die spelen 1 januari... de Marokkaanse beker tegen Raja Casablanca. Om 30:30. Ja. Dus wil je bijkomen van auto? Mijn vader heeft zowel bij Le Mas als bij Le Waf afgespeeld. Alleen die twee ploegen. Hè? En ook bij Le Kodim. Kodim ook nog. Mooi. Raja staat bovenaan de Botola. Tihad Ratanja tweede. Wida derde. Shabab Mohamedia vierde. En als laatste nummer 5 staat Mas. Ik ben benieuwd of dat Tihad Wini weer gaat aansluiten. Ja, heb je daar iets van gehoord? Die had corona. Oké. Okay. Ja. Hij had corona, dat klopt, ja. Het enige nieuws over Tihad Wini is dat hij corona had. Ja, dus dat hij daarom niet bij de selectie zat. Ja. Maar hoe lang niet dan? Want corona is toch 1 week? Ah, soms kun je er lange last van hebben, hoor. Speler bijvoorbeeld heeft er 3 maanden last van gehad. Ik heb er 3 weken mee gezeten. Ja. Met 3 weken heb ik kou op bed gelegen. Ja. Welke speler dan van Willem II? Die van België. Ja, hoe heet je ook weer? Afrikaans speler. Ja, heeft hij bijna niet gespeeld. Kwam vorig jaar geheel het seizoen geblesseerd. Dit seizoen voorbereiding corona, weer 3 maanden uit of door. Ja. Kambandia of zoiets. Kabangia of zoiets. Mm. Jongens, we gaan rappen. Mag ik jullie bedanken. Ik wens jullie alvast een fijne jaarwisseling. En volgend jaar weer topfit. Allemaal weer terug. Chocolat. Dankjewel. Ja, maar kom Welkom. Ja, weer een hele fijne uitzending met fijne gasten. Bedankt daarvoor. Mooi teruggeblikt op 2020. Jongens, vergeet het niet, hè. Duimpjes omhoog. Abonneren. En laat de reactie achter wat je van de uitzending vond heel belangrijk. Het zit weer op, hè.
Ik zeg, salam alaikum. Maar, het is vrijdagavond. Dan weten jullie wat er aan de hand is. Vrijdagavond betekent fan van de week. Een supporter, een die-hard supporter, die wat over zijn club vertelt. Wil jij ook een keer meedoen? Dan kan dat. Stuur een mailtje naar marokkaansetrots2020@hotmail.com. En dan wie weet zit jij bij mij in een uitzending vrijdagavond. Bedankt, salam alaikum. Tot de volgende keer. Ja, Sparta is voor mij dat is de mooiste ploeg die er is. Het is ook de oudste ploeg van Nederland. Daar begint het al bij. Altijd van die hele mooie klassieke shirts. Authentiek. Sparta heeft ook misschien voor ons binnen dit kader altijd Marokkaanse spelers in de selectie gehad. Dus sinds ongeveer 1994-1996 met Murad Mgizrat. Onafgebroken tot aan de dag van vandaag Marokkaanse spelers. Ook een Marokkaanse aanvoerder. En nou ja, ik kom uit Rotterdam-West, dus ook de ploeg die het dichtst bij me staat, letterlijk en figuurlijk. We hadden bijvoorbeeld Nordin Bukhari, mijn oude buurjongen. Nou ja, dat kun je je toch voorstellen dat je dan iemand uit jouw buurt ziet die profvoetballer wordt. En niet alleen normaal, die wordt ook gewoon echt een international voor Marokko. Speelt later voor Ajax en in het buitenland. Het is allemaal begonnen bij Sparta. En ja, Sparta is wel een ploeg die het altijd heel goed heeft gedaan met Marokkaanse spelers. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Feyenoord, waar bijna nooit iemand doorbrak. En zelfs nu hele talentvolle jongens geen kans krijgen. Kijk je naar Sparta. De beste speler, Marokkaanse speler, Appie Haroui. De aanvoerder, Aydel Aouassab, ook Marokkaans. Dus dat is wel een hele leuke bijkomstigheid van Sparta zijn. Maar ja, het kasteel, alles. Kijk, ik ben ooit als klein jongetje van 4 of 5 jaar aan de hand van mijn vader naar het stadion gegaan. En dan kom je daar en al die grote mannen, nog heel klein, en je ziet nog half het veld. Sparta Vitesse, ik zal het nooit geloven. Ik zal het nooit vergeten. Op het moment dat het werd gescoord, dat gevoel dat je dan hebt. Kokend stadion, en je bent klein, dus die emoties zijn altijd dubbel, 3 keer zo groot. Dus dat is Sparta voor mij. En ja, die liefde die is steeds sterker geworden, ondanks dat we een paar hele moeilijke jaren hadden. Waarin we in de latere divisie speelden, of in de keukenkampioen divisie, ik denk dat het toen heette. Nu Pilar League zelfs. Maar op een of andere manier wordt liefde dan groter. Omdat je leidt mee, je strijdt mee. En weet je, ik zeg altijd, als Spartaan ben ik geboren en als Spartaan zal ik sterven. En het is en blijft voor mij de allermooiste ploeg van Nederland. En sinds kort, primeur, staan we in het linkerrijtje. Ha 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 ha.